Ja, welkom bij Karpenpraat, de Korda Benelux Podcast. En ja, de naam doet het al vermoeden. Een podcast die ja, alleen maar gaat over kapenvissen. En um, ja, we hebben er ongelooflijk veel zin in. We zijn de afgelopen tijd druk in de weer geweest, een hockey leeggeruimd, studio gemaakt. En uh, ja, we zijn begonnen met de, de eerste podcasts op te nemen. En ja, uh, deze eerste podcast hebben we als gast Koos Walters. En ja, uh, als je Koos een beetje kent, dan weet je dat er een ontzettende duizendpoot is. Een ondernemer. Iemand die allerlei uiteenlopende dingen heeft gedaan binnen de hengelsport. En uh, ja, ik vond het een, een prachtig interview. Hij vertelt over het, uh, ja, hoe hij eigenlijk gestart is met werken op betaalwateren. Hoe hij daar het een en ander heeft gedaan. Hoe hij uh, ja, betrokken is geweest bij Kaperkweek. Vele uitzettingen van Kapers op ja, zowel afgesloten als openbare um, open waterstelsels. En uh, ja, hij vertelde over Kapers tot uh, dik over de 40, zelfs 50 kilo. Um, hij geeft een inzicht in het, uh, ja, het maken van zijn eigen droomwater, Kapland maar daar komen ja, tal van andere zaken ook nog van pas. En ja, Ivers, dat echt een eye-opener is. Hij haalt aan waarom een ja, spronglaag ontzettend uh, gevaarlijk kan zijn voor Kabel. Dus uh, ja, zeker een, een gesprek uh, waarvoor je lekker even wil gaan zitten. En um, ja, wij zijn trots in ieder geval met deze aftrap. Maar ja, waarom eigenlijk uh, ja, de zet om een podcast op te gaan nemen? Ja, goed, ik, uh, ik werk nu al meer dan tien jaar bij Cora. En je ziet dat in de loop van de tijd het mediawereldje eigenlijk ook verandert. En, ja, ik ben mijn hele leven ben ik al echt een, een noem maar een, een nerd of een visneurt van vroeger de, de stapels magazines op mijn slaapkamer um, tot later allerlei video's en zo kijken en je ziet dat er een soort van shifting een verandering is natuurlijk steeds meer short formet content korte filmpjes mensen op een telefoon de aandachtspannen die is allemaal naar beneden en um, ja mensen zijn drukker dan ooit en ik merk dat zelf ook wel dus ja de tijd nemen om echt ontspannen een boek te gaan lezen ondanks dat ik het heel tof vind ja, ik doe het toch in de praktijk minder langere video's ook wat minder maar ja, podcasts, ja, als ik in de auto zit, lekker lange stukken aan het rijden ben... of helaas stilstaande file, maar ook zelfs thuis het huis houden... of uh, als ik een ronde ga hardlopen of wat dan ook. Ja, dat zijn dat toch soort van minder eenbrekende, uh, impactvolle manieren... om ja, eigenlijk langere tijd naar iets te luisteren in dit geval dan en um, ja te luisteren naar bijvoorbeeld mooie verhalen, maar ook bijvoorbeeld uh, dingen bij te leren. en dat is wat we dan ook willen doen met deze podcast. we willen zowel met koraalvissers als niet koraalvissers willen we eigenlijk ja, mooie verhalen vastleggen, hun kennis en hun ervaring delen en ons doel is erbij om jullie um, te enthousiasmeren, motiveren en te informeren, zodat jullie ja, nog meer zin krijgen om naar de waterkant te gaan, net dat duwtje in de rug hebben om misschien dan toch door te zetten als je achter die ene targetvis aangaat of gewoon nieuwe dingen uit te proberen die echt daadwerkelijk zullen zorgen voor meer vissen, landingsnetten. Ja, als we dat samen kunnen gaan bereiken, want het is iets wat we samen doen. In dit geval ik zit hier, maar ik ben ook natuurlijk afhankelijk van mijn gasten. We hebben natuurlijk een cameraman die voor de hele technische aspecten verantwoordelijk is en ja, jullie hebben ook hierbij jullie aandeel, want we willen natuurlijk van jullie ook weten wat, uh, ja, wat jullie graag willen zien, we willen jullie graag willen horen uh, feedback en uh, misschien ideeën voor gasten. Ja, we moeten het allemaal samen gaan doen en dan ben ik ervan overtuigd dat het een hele toffe podcast gaat worden. Ja, en bij deze dus het eerste gesprek met Koos Walters. En dit is maar, maar de start, want vanaf nu elke laatste woensdag van de maand kan je genieten van een nieuwe episode van Karper Praat. Veel kijken en luisteren plezier. Ik heb je eindelijk uh, te pakken gekregen. Welkom in de en de Studio. Tijd voor een podcast uh, ja, over alle dingen die jij de afgelopen jaren hebt, uh, hebt uitgespookt. En ja, waar zouden mensen jou mogelijk van kennen de afgelopen jaren? Goed, ja. Ik, uh, ik breng vissen rond. Daar kennen ze misschien van. Kennen ze muziek missie van Kablanters, uh, KGB-baits, uh, k uh, die, die pellets. Ik, ik heb van alles gedaan eigenlijk. Ja, je hebt duidelijk niet stilgezeten. Nee, ik heb wel wat gedaan. En uh, ja, dat is een reden dat ik het ook heel interessant vind om je juist hier vandaag uh, ja, aan deze tafel te hebben en uh, ja te gaan kijken wat heb je zo al gedaan. En uh, ja, ook alle interessante zaken die erbij komen kijken, waar wellicht heel veel mensen ja, totaal geen benul van hebben. Maar ik kan me voorstellen, ja, je zit hier op de basisschool als jong mannetje, en je denkt: ja, ik ga later ondernemen in de hengelsport. Ik ga me focussen op karpervissen. Ik ga een droomwater uit de grond uh, stampen Ja, op de basisschool. Wat dacht je toen? God, ja, ik, weet, ik denk zoals veel kinderen, ik had geen idee wat ik wou worden. Ik, uh, ik, ik was daar ook niet mee bezig. Um, ik ben in aanraking gekomen met de Hengelsport. Het was ik 14 jaar, dus dat is nu bijna 30 jaar geleden. Uh, dat wil zeggen uh, beroepsmatig, door een stage in een Hengelsportzaak dus mijn hobby uiteraard vissen oh. en uh, nou dan moet je een stageplek moet je organiseren nou moest ik natuurlijk nog een dag voordat ik moest beginnen moest ik die plek nog organiseren want dat stelde ik gewoon zo lang mogelijk uit hmm. en um, ja waar kwam ik vaak bij de Hemelspotzaak? dus ja. uh, dat was bij Titus Blom in Groningen en uh, dus ik zeg tegen Titus ik zeg hé uh, hey, Titus uh, kijk nog even stage lo? Ja, oh, hoe lang moet je stage lopen dan? Nou, nou ja, drie maanden. Oh, wanneer moet je beginnen? Uh, ja, morgen. Oh ja, was goed, kom maar. Dus nou ja, gaan stage lopen daar. En uh, dat uiteindelijk is dat ook een bijbaantje geworden hmm. op de donderdag en op de vrijdag. Soms dan speelde ik gewoon met donderdagavond, vrijdag, zaterdag. Dan uh, gingen we daar gewoon lekker aan het werk. Nou. Dus gaan helpen met alle zaken in de winkel. Uh ja dat was, dat was toen al zat, uh, ja ik was toen al wel iets ondernemend uh, ik, ik maakte al zelf boilies dus uh, dat resulteerde al vrij snel dat ik boilie mix dus geen boilies maar boilie mix ging maken voor de winkel en dat ja. werd zeg maar het, uh, het huismerk dan zeg maar ja. en, uh, maar doordat ik dat deed kon Titus mij eigenlijk ook wat meer betalen als dat een normaal persoon, zeg maar, uh, kreeg? Omdat ik ook gewoon best wel zorgde voor een stukje extra inkomsten, zeg maar. Uh, nee, je kan haast zeggen dat je eigenlijk op, je, op je jonge leeftijd al een stukje productontwikkeling gedaan hebt. Eigenlijk wel. Ja, we hadden daar een, een mix toen destijds van Starbates. Van, die was toen destijds gemaakt door de gebroeders Mahin. En uh, mm. dat was een Robin Red Fish Mix. En uh, vooral ik beurtfood met met wat vismeel. En uh, die verkochten we heel goed, alleen die was heel duur naar verhouding. Ja. En die heb ik eigenlijk gewoon toen nagemaakt. En uh, en dat huismerk van gemaakt. En uh, ja, die verkochten we voor de helft van de prijs. En daar verdienen die alsnog heel goed aan. Ja, dus... natuurlijk het mooie, hè, dat je het dan als winkel die je zelf maakt, heb je, ja, die, je verdiend... Alleen de grondstoffen hoefde je te hebben. Dat zit. Je komt gewoon mengen met een, met een mengbak achter. Dat zit. Dus uh, ja, zo, uh, zo, zeg maar de eerste kleine stapjes in de uh, in, uh, in de in de zijn toen begonnen. Mm -hmm. ja. ja. En die stage die moest je toen, uh, ja, natuurlijk voor een opleiding uh, volgen. Wat was het, wat voor opleiding was je het doen? Uh, Dat was voor, kijk, no, dat was voor de tweede middelbare school waar ik op gezeten heb. Dat was commercieel onderwijs. Ja. Kijk, nou ja, dus, dat is natuurlijk uh, handig om in je rugzak te hebben. Met, uh, nou, het was de enige school waar ik nog heen kon. De enige school waar je nog heen ja, kon? Ja, beetje een boefje uh, geweest. Nou ja, ik, 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 ik heb ik best wel wat moeite met, uh, met autoriteit, hiërarchie, dat mm. soort dingen. Dat is niet echt iets waar ik heel goed op ga. Uh, een beetje meer ja, eigen gereid, Einzelganger en uh, ja dat was in jonge jaren ook al dus ja. als je dan in uh, in de klas allerlei dingen moet doen van een leraar waar je niet zoveel zin in hebt ja. ja dan reageert dan uh, komen daar wel eens conflicten van zeg maar dus uh, en die die school van commissie onderwijs dat was wel een uh, ja hoe moet ik dat zeggen een school met wat meer moeilijke leerlingen. Mm. En uh, daar past ik prima tussen. Nou, en daar heb ik uiteindelijk die stage nog moeten doen. En daar ben ik ook gewoon geslaagd. En dat was ook direct einde, ja. einde school, zeg maar. Nou, had ik het wel gezien. Ik was zeventien en ik had zoiets van... Uh, ik ga niet meer naar school. Wat ben je toen gegaan? Um, ik ben toen naar Frankrijk gegaan. Ik, in, de, in die hengelsportzaak heb ik uh, een paar jongens leren kennen. En uh, die begonnen een... Ja, hoe noem je dat? Zo'n agentschapje die zeg maar aanbood. Of ja. viswateren in Frankrijk. Wat nu zeg maar de specialist is. Of toen is thuis ook Fishman holidays Had je ook mm. een bedrijfje uit het noorden. Dat heette Carp Connections. En die jongens die, die kwamen in de Helspotaak. Ja. Die leerde ik daar kennen. Ja, het is en, natuurlijk goud voor je netwerk. Daar ja, tuurlijk En je leert een heleboel mensen kennen. Ja. Dus, uh, en via hun ben ik een keer uh, naar Frankrijk gegaan. Daar heb ik toen mm. een uh, Franse jongen leren kennen. Olivier. Olivier Evan. Um, en uh, ja, die, die, ja, dat klikte heel goed. Mm -hmm. En ik had geen rijbewijs, ik had niks. Maar die kwam mij gewoon ophalen uh, hier in Nederland. en uh, want hij had een B-lift nodig. Hij had gewoon iemand ja. nodig die op zijn wateren lette. Want hij was gewoon nog aan het werk. Dus en, uh, ja, ik was gewillig slachtoffer. Dus jij was een 17-jarig jongetje, weet je eigenlijk, het noorden van Nederland in een auto geladen met uh, ook je vispullen? Ja, met de vispullen mee. En dan, uh, ja, en dan kon ik daar aan het werk. Ja. Nou ja, het werk hield gewoon in dat ik gewoon op een vis, vistek zat het hele jaar hoor. En, uh, en ondertussen het water een beetje ja, mm -hmm. in de gaten hield. Een beetje de, de, de Engelse klant, dat was alleen maar Engelse. Uh, gewoon hielp met vangen van een visje. Ja. ja. En, en dat was echt jouw werk verder. Ja, maar, ja. maar dan moet je ook niet voorstellen dat ik daar sla's of zo voor kreeg hoor. Ik, luister, ik had te eten, dat, daar ja. werd voor gezorgd. Ja. Ik kreeg af en toe kreeg een pakje sigaretten. Ik kreeg voldoende aas en, en dat soort dingen, vispulletjes. Uh -huh. Maar er was geen gebruik van geld of zo. Dat niet. Dat kwam echt pas in een veel later stadium. Ja. Ja. Maar ho hoe was dat? Om op, op jonge leeftijd daar aan zo'n water te zijn? En, en... Nou, het was mijn redding. Dat is, uh, het, was, het, was te, het was te gek. Weet je, ik, ik, ja, ik, alles wat met vissen te maken had en alles wat ik kon leren, wou ik gewoon graag leren. Uh, uh -huh. Engelsen waren toen destijds echt in mijn ogen wel een stuk verder. Um, bedoel, ik bedoel, praat nu over, ja, wat zal het geweest zijn, 99, 2000. Uh, die, ja, die vist al met PVA-zakken, met van die solid bags en al dat soort dingen. Waarmee. Dat leerden ze me allemaal. Ja, en, en, ja weet je, de, de, ik, 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 ik zoog alles op. Ik vond alles wat met vissen te maken, vond ik te gek, mm -hmm. weet je. En, uh, en die Franse jongen voor wie ik dat deed, was ook echt wel een, een ondernemer, puur Die uh, op een gegeven moment werden wij zeg maar een beetje de in-between tussen de Engelsen die water kochten in, uh, in Frankrijk. En uh, ja, die moesten alles georganiseerd hebben. Uh, zo van vis, maar ook vergunningen mm. en al dat soort dingen meer. Maar ook ze moesten ook water hebben om, uh, om te kunnen kopen. Dus dat ging heel veel via Olivier in die tijd. En uh, ja, die zocht dan een water uit. Nou, die Engelsman kocht het. Vervolgens leverden we hem karper. Uh, we brachten hem met de burgemeester in contact uh, van het lokale mm. dorp. Ga, ga ze allemaal maar door. We waren uh. eigenlijk een beetje een one-stop-shop... als je een water wou, wou starten. Dus... Uh, dat is eigenlijk dus de, jou, jouw keuze om meer... Uh, nee, of keuze, dat zo ontstaan is dat je... ...onbetaald werk bent gaan doen... Hè? ...maar natuurlijk jou, jouw onderhoud werd in voorzien. Mm -hmm. Je kan het bijna zeggen... ...dat is dan weer een stageperiode... ...waar je dus weer een netwerk op aan het bouwen was. En ja, maar ik heb, het, ik heb het ook nooit als werk gezien hoor. Ik bedoel, Olivier, dat was gewoon... Uh, ...ja, dat was een vriend van mij geworden... Mm -hmm. ...en uh, die had mijn hulp nodig. En dus ging ik hem helpen. Ja. Zo heb ik daar eigenlijk altijd tegen aangekeken. En uh, Olivier, die sprak heel gebrekkig Engels... ...een heel klein beetje... En uh, nou, ik kan mijn leeftijd, dat er gaat wel iets mee. Ik leerde heel makkelijk Frans. Dat ging heel mm -hmm. snel. Ja, hij sprak niet veel Engels. Dus ik was ja, ook daarin weer de in-between. Ja. Doordat ik gewoon meerdere talen kon, kon spreken. En de vertaling uh, kon doen. Maar ook van de materie wat een en ander begreep. En uiteraard steeds meer bijleerde. Ja. Um, ja was dat gewoon een, een situatie die op dat moment ontstond en ja dat ging op een gegeven moment ook wel geld genereren zeg maar weet ja. je? dat was wel uh, ja dat waren wel hele leuke jaren ja, ja dan zie je maar dan, dan zit je in de lesbanken en uh, je weet het eigenlijk allemaal niet zo heel erg wat je wil gaan doen en dan via zoiets weet je je draai te vinden ja. ja zeker hoe lang heb je dat gedaan uh, dat heb ik gedaan ik geloof van 98 uh, toen is dat begonnen uh, tot 2001 en die jongens die zeg maar dat um, reisagentschap uh, waren gestart in het noorden, die hebben toen een, zelf een visplas gekocht in meer in het zuid zuiden van Frankrijk, mm -hmm. uh, Lac de Ville-Dom. Ja. Ja, een van de bekende betaalwateren voor de benelux vissers ja, denk ik en, die, en die vroegen mij van, wil jij daarin participeren? Wil jij daar ook uh, een partner in worden? Uh, wij hebben iemand nodig die daar lokaal de boel gaat uh, managen. Gaat uh, een stuk uitvoering gaat doen. Mm -hmm. En uh, wil jij dat doen? Nou, toen ben ik daarheen gegaan. En daar heb ik... Ja, ook iets van drie jaar gezeten of zo. Twee, tweeënhalf, twee, twee Iets in die geest. En voor mensen die Viledon niet kennen, zou je... Hij... Kunnen beschrijven hoe het water is of in ieder geval toen de tijd en niet die vroeger jaren. Toen wij, was. Uh, toen wij het in handen kregen, het, was een, het is een water van ik geloof 36 hectare. En uh, het was, een, uh, het werd, het was altijd een kweekmeer. Ja. Dus uh, een stuwmeer. Uh, aan de ene kant een dam, aan de andere kant een riviertje die erin komt. Uh, groot ondiep ding, gemiddeld zeg maar 1,60 meter en 1,70 70 diep. Mm -hmm. uh, toen wij mijn in handen kregen, zat er. Veel te veel karper op. Ik denk dat er 5000 op zaten of zo. Uh, gemiddeld een nou, kilootje vijf. Dus uh, dat was in het begin nog wel een uitdaging. Uh, want om de boel uh, financieel rond te krijgen. hadden ze al wel direct allemaal boekingen aangenomen. Uh, ja, ik krijg mensen die daar bewijzen met de Fiederengen zouden kunnen. Ja, ja, nou ja, goed. Weet je, weken van 150 uh, vissen per visser waren eerder regel dan uitzondering. Dus, uh, maar ja, ze vingen natuurlijk niet de formaten waarvoor ze. Duizend kilometer naar Frankrijk kwamen rijden. Want ja. het, was niet, het is niet Noord-Frankrijk. Het, het is zeker nog vier uur voorbij Parijs. Ja. Dus ja, echt, wel, echt wel een stukje rijden. Maar door gewoon uh, mensen wel veel aandacht te geven. Wel een beetje een band op te bouwen met die, met die vissers. Mm -hmm. uh, hadden we toch verrassend veel herboekingen, zeg maar. Ja. Kwam er kwamen toch best wel veel mensen terug. Want oké, okay, ze hadden dan misschien wel niet die enorme kapen gevangen... die ze wouden, wouden vangen. Mm -hmm. Maar ze hadden wel een fantastische vakantie gehad. Ja, dat is natuurlijk het belangrijkste. En uiteindelijk hè? Beleving. Het is allemaal beleving. De ik mensen geven het uh, nou, in Nederland, België noemen het dan betaalwater. In en Engeland noemen ze het holiday venues. Het ja. zijn voor heel veel mensen, is dit echt een visvakantie? Ja, ik denk ook dat je het zo moet zien. Holiday venue, inderdaad. Het is, uh, het is een vakantie uh, waarbij je de hengels uitgooit. En als je er ook zo naar kijkt, dan denk ik ook dat je er heel relaxed in gaat. En... Ja. Um, en die sfeer, die moet je zo ook bewaken aan zo'n water. En ook Filipijnland uh, ligt daar nou geen pad omheen. Dus je moet met boten moet je naar de stekken toe en allemaal dat soort ja. dingen meer. Uh, dat geeft best wel kans op wat aanvaringen tussen vissers. Omdat Letterlijk je, en figuurlijk. Ja, <laughs> Omdat je dus lijnen uit gaat varen, met een, met een boot gaat voeren en dat soort dingen allemaal meer. En de een vangt wat meer dan de ander. Nou, in het beginjaren ving iedereen, dus het was nog niet zo'n probleem. Maar om dat gewoon in goede banen te leiden, mm -hmm. is sleutel. Want je wil gewoon niet dat er ergernissen zijn. Ergernis ja. verpest de vakantie namelijk. En ja, als, als een buurman ineens in jouw sector begint te vissen... omdat hij zich zit te irriteren omdat jij misschien een vis mee vangt. Ja, dat verpest de vakantie. En dan maakt het niet uit wat je vangt. Dat, die irritatiefactor wil je zien te voorkomen. Ja. Dus uh, had ik al vrij vroeg geschoten. Dus ik zorgde ook altijd dat er uh, uh, wat gezamenlijke dingetjes in de, in de gedurende de week werden georganiseerd. Een keer een barbecue, een pizzaavond. En je hoefde niet te komen, maar ik nodigde altijd iedereen uit. Ja. En uh, dat sociale gebeuren, dat is in Nederland misschien iets minder sterk aanwezig in het trapenvissen. Ja. In Engeland bijvoorbeeld, uh, dat had ik ook geleerd zeg maar die eerste jaren dat ik in Frankrijk zat. Dat het sociale tijdens het vissen... ...minstens zo belangrijk was als het vissen. Ja, ja je ziet het. Uh, ik ben al een aantal keren op het Gigantica-complex geweest. En daar zie je dus elke avond... ...dus eigenlijk iedereen draait de hengels binnen. En Roodleek en Gigantica Mainleek... ...die komen lekker samen. Je eet samen. Het is gezellig. En alleen al daarvoor... iemand heeft een pb gevangen... alle vissers samen vieren eigenlijk... ...dat hij uh, ja, een ja. fish of a lifetime op de kant heeft gekregen. En dat is, dat is het gevoel van samenhorigheid. En je doet het met z'n allen... ...om vervolgens toch solo op je eigen stek te vissen. Dat is ja. wel heel tof. Ja. Nou, ik denk ook dat als je uh, terugkijkt naar je eigen vakantie, visvakanties, um, er zijn natuurlijk wel een paar vangsten die je herinnert. Maar de meeste herinneringen, dat is toch altijd heeft dat te maken met vismaten, mensen die je ontmoet hebt daar aan de waterkant. Mm -hmm. Dat zijn toch altijd gebeurtenissen waarbij Echt? mensen betrokken zijn en niet de vis die je vangt. Soms wel, maar meestal toch niet. Ja. Weet je, het zijn de dingetjes die mis zijn gegaan, dat je beide in de zeikende regen stond met blikseminslag, of een auto, een auto die vastloopt in, in, in het veld, of... Weet je, dat zijn de dingen die je herinnert. Dus ja. um, de, de, die hele beleving, dat sociale, is eigenlijk veel belangrijker vaak mm. dan het vissen zelf. Alleen, ja, dat is niet... Dat realiseert zich niet altijd iedereen, maar dat, dat ja. is, nou, en uh, nou, dat, uh, zo ben ik dus op Philodon terecht terechtgekomen. Nou, en Philidon uh, had dus wat meer vis nodig, grotere vis. Ja. Uh, daar was geen geld voor. Simpel. Dus uh, wat hebben we toen gedaan? We hebben Philidon even leeg laten lopen. Uh, afgenet met uh, behulp van, uh, van Sparshot College. Mm -hmm. En uh, een, van de, een van de leraren die meekwam om daar af te netten was Simon Scott. Dus dat uh, was wel heel tof. Als je nu kijkt, dan zeggen maar wat hij nu doet met VS Fisheries. Uh, ja. Uh, ja, daar hadden we zeg maar een, een 30 Engelse jongeren... met een aantal leraren, die, die kwamen ons helpen de boel afnetten. En um, toen hebben we de beste vissen daaruit geselecteerd. Dus van die mm. 5000 zijn we teruggegaan naar, ik geloof, 650 vissen. Of zo van honderd. Ja. Als je dan voorstelt dat dat water, je trekt eigenlijk de plucht eruit... En al die vissen verzamelen zich in het diepste stuk waar nog een beetje water staat. En jij kan één voor één die vissen eruit gaan pakken. Ja, klopt. Dus uh, die vissen die, uh, die zijn allemaal zijn, die zeg maar achter de dam heb je van, heb je van die opslagbassins. Zijn, mm -hmm. uh, zijn die daar verdeeld? Ik deed ook niks anders dan die vis naar links, die vis naar rechts. Dus die gaan we houden en die, die wordt ja. verkocht. Uh, de verkoop van de vis, trouwens, die, uh, dat was een van de eerste. Een van de eerste grotere uh, leveringen uit het buitenland uh, voor de spiegelkaapproject in Nederland en mm -hmm. uh, ja, de Filidons, spiegels. ja, dus uh, dat hebben wij toen destijds opgezet. Jan van Mechelen heeft die vissen toen uh, uh, gekocht. Ik geloof dat van Wijkse geïmporteerd heeft. Of allemaal bedrijven waar ik later allemaal nog wel mee in aanraking kwam, dat was wel grappig. Um, maar die, uh, die zijn allemaal naar, uh, naar Nederland gegaan en de vissen die uh, die zijn blijven zwemmen op Filidon, die zijn op een voerprogramma gezet Want, ja, er was geen geld voor grote vis, dus die vissen ja. moesten gewoon groot worden. Uh, dus toen hebben we bij uh, in, in België een voerleverancier gevonden. Die kan gewoon een vrachtwagen met pellets brengen. En binnen een jaar waren die vissen gewoon twee keer zo groot. Het ging helemaal nergens over. Bizarre hoe je een water zo compleet kan veranderen. Ja, ruimte en goed eten. En, en de vis doet terecht. Ja. Ja. ja, en als je dat dan combineert met dat jullie dus in een vroeg stadium al door hadden, dat sociale stuk. Uh, ja. Van, het, van het ja, een visvakantie ja. als je dan ook nog het water hebt, met erop te vissen, dan ja, dat is dubbelop. Ja, dat uh, ja, dat is ja. Ik, ik denk sleutel tot een, een goed lopend uh, mm -hmm. ja, betaalwater, zoals wij dat dan hier noemen, maar inderdaad, zoals de Engelsen zeggen, een holiday venue. Ja, ja dat is wel tof. Ja, ik ken ik uh, kan me nog uh, heel goed herinneren die video's. Uh, of dat zelfs een keer vis was met, uh, met Marco Kraan. Ja, het viel er door, echt die, die kleinere spiegeltjes, maar non-stop actie. Ja. ja, en als je dan ziet hoe het water zich in de loop van de jaren ontwikkeld heeft, dan... Uh... Ja, als je, in die, als je in die video kijkt, dan zie je mij nog in die boot zitten. En, uh, ik had nog een grote bos krullen, kun je je nou niet meer voorstellen. Maar, ja, dat, ja. Uh, ja. ja, en dan viel het om. want uh, ja, goed, het is algemeen bekend dat je dat nie, in ieder geval tegenwoordig niet meer doet. Hoe is het nee, ernaar gegaan? Ja, nee, dat was op een gegeven moment, hield de tafel mij op. En uh, Toen ben ik doorgegaan naar Engelse, een Engels water um, die daar een uurtje vandaan lag, naar Bob Davis. Die had een water dat heette La Serrière. badges en mm -hmm. een klein putje erbij, badges hot. Ja. En um, zijn zoon die woonde daar ook, James. Mm -hmm. En ik ben toen samen met James ben ik zeg maar um, de kaperhandel om even zo te zeggen ingegaan. In um, mm -hmm. Want ook tijdens mijn periode Philidor, Swinters was er natuurlijk. Ja, relatief weinig te doen. Yeah. Dus uh, ging ik altijd nog werken op de viskwekerij. Dus ik had mijn netwerk. Uh, James die uh, en zijn vader, die hadden weer een heel goed netwerk in Engeland. Voor, uh, want Bob die was heel goed bevriend met Tim Paisley. Nou, Tim mm -hmm. Paisley was toen destijds altijd nou ja, het hoofd van de uh, Engelse carp media, om het even zo te noemen. Mm -hmm. Die had een aantal bladen onder zijn beheer, onder World en zo. Dus via, via Bob en uh, Tim en Bob, dus zeg maar kwamen zeg maar de leads binnen voor klanten voor, uh, om, om vis aan te leveren. En, ja. wij, en James en ik uh, ja, die reden heel Frankrijk door om die vis uit te leveren, die ik bij mijn uh, kweker in, uh, in Frankrijk weghield. ja Dus ja. jullie brachten het echt van uh, ja, de, de, de kweker complexe naar de betaalwateren, die, uh, die ja. we uitzet nodig hadden. Ah, ik durf ons toch zelf, zelf te zeggen dat uh, een van die kwekers, uh, die, die is helemaal opgeschaald puur op ons. Uh, want toen wij, uh, en met wij bedoel ik Olivier en ik, die Franse jongen met die vishandel zeg maar begonnen. Er waren bijna geen, um, geen kwekers die grote karpen bedoel, In die tijd als kweekmeren werden leeggelaten. Mm -hmm. de, klein, de kleine karpetjes die werden nog wel opgegeten. Uh, mm -hmm. De snoek en de voren en zo was ook allemaal wel interessant. Maar de grote karpers werd echt gezien als afval. Dat werd gewoon in de bossen gegooid voor, voor de wilde zwijnen. Dat, is, dat ja, moet je je nu eens voorstellen. Nee, dat ja, dat zou maar dat, in die tijd die hadden gewoon compleet geen waarde. Niks. Ja, en, uh, en laat staan dat er een kweker was die ze uh, specifiek zou kweken. Ja, die, waren, ja. die waren er gewoon niet. Dus dat was heel lastig. Uh, als jij een grote vis uh, in die tijd wou kopen, dan ging dat altijd naar, ging je naar um, publieke vidanges, dus publieke ja. wateraflatingen. En dan stond je dan gewoon op de dam. En als je dan zag van, hé, er zijn grote karpers. Dan liep je direct naar de eigenaar toe van, hé, die willen wij wel kopen. Ja. Dat, dat zoveel, zo was het. Nou, deze jongen, uh, die Franse jongen, die, uh, um, die kweker, die is toen gaan opschalen. En mm -hmm. wij, wij verkochten zijn volledige productie. Alles wat hij wat produceerde, verkochten wij. Hij kon er niet tegenaan produceren. Ja. Dus, uh, ja. Ja, dus dat was echt maar de kinderschoenen. Maar toen ik, zeg maar, in, in, in 98 of zo, in 99 in Frankrijk aankwam. Ik denk dat er ook... Zes, misschien zeven betaalwater waren. En nu? Het toen gaat ik zo hard. Hier. Toen ik wegging in 2005 waren het al 600. En ik denk dat we nu al de duizend gaan. Ja, en zelfs Nederland, België, zie je dat het, de vraag zorgt dat er meer wateren zijn. Mensen die privéwater in bezit hebben, die, ja. die zien natuurlijk ook wat de mogelijkheden zijn. Ja, dat ja, er gaat, het is een beetje geëxplodeerd. Hè? De hele kap is gegroeid, geëxplodeerd. Natuurlijk, ja, Tuurlijk, Het is ook een mooi hobby. Dus. ja en dan uh, nee, je haalde dus al aan het leveren van die kapers en uh, ja dan heb je in Nederland die spiegelkaperprojecten waar onder andere die spiegels dus uh, ja dat was de flink zijn uitgezet ja dat was de start kijk in, in, in Nederland ontstond er iets van ja hoe noem je dat een vacuüm je had uh, vroeger had je natuurlijk de OVb ja een staatsbedrijf en zoals uh, als de PTT en de NS dat waren allemaal staatsbedrijven mm -hmm. en um, die die kweekte, zeg maar pootvis niet alleen karpen, van alles ja en daar werden de Nederlandse wateren mee bezet. Maar als je als bijvoorbeeld als club, als vereniging daar vis bestelde, ja, dan kocht je ook gewoon echt karper, maar ook andere vissoorten tegen echt kostprijs. Ja. Die uh, is uiteindelijk is dat uh, opgeheven. Né? net zoals alle staatsbedrijven toen destijds staats mm -hmm. gewoon van de hand gedaan zijn en dat is uh, verkocht aan Jan van Mechelen. En uh, dat was dan zeg maar een Het de focuswatertak van de OVB. Die heeft uh, Jan van Mechelen gekocht. Jan van Mechelen, die had al heel snel door dat je met goudwinders, dus zeg maar met uh, siervis, dat je mm. per vierkante meter veel meer geld kon verdienen ja. dan met pootvis hè, voor, voor uitzet. Dus die ging ze daar volledig op richten. Hij, 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 hij kweekte nog wel wat kleine karpetjes en die bracht hij dan met wisselende successen weg naar het buitenland om op te laten groeien. Omdat mm. hij daar in Nederland de opgroeifaciliteiten niet voor had. Maar wat ik al zei, met wisselende succes. Heel vaak was er gewoon geen karpel. Dus er was een enorm vacuum toen, toen ik in 2005 in Nederland terugkwam. Dat was wel de vraag, maar jij... Dat was niet, een enorme vraag, het. maar niemand had het. En ook de leveranciers in, in België, die je tegenwoordig ook hebt. Vanuit het Oostblok en zo. Er was gewoon niks. De, de Duitse jongens die hadden niks. Hè, zoals Peskis en zo. Dat was allemaal maar een beetje. En dat was meer Spijs en Dus dat was allemaal rond de kerst. Was, mm -hmm. was er wel aanbod. Maar ja. als jij na de kerst kwam, ja, dan lag er misschien nog een schup onder in de bak. Maar uh, de, de krap was op. Er ja, ja, was geen vraag. Uh, uh, in die contraien toen. Dus uh, ja, die hadden niks. Dus toen ik uh, op een gegeven moment in 2005 het Franse avontuur wel gezien had, zeg maar. Uh, toen trof ik Martin Post. Trof mm -hmm. ik uh, op een aan. Uh, daar zat ik toen te vissen. En die zeiden, hé hey, Koos, jij, jij doet er wat met die karpers. Ja. Mm -hmm. nou, ik heb wat gasten die zijn op zoek naar karpers. Um, kun jij die missie niet leveren? Zo ja, ik zeg maar, uit er vanaf hoeveel ze willen hebben. Geen idee, nee. kunnen we wel eens kijken. Nou, die gasten waren dus, ah, Lokhorst, Joris Weitjes <laughs> en dat soort jongens. Ja. Uh, die, ja, die waren echt naast op zoek naar karpers. Dus <laughs> ja, in, die, in de beginjaren dan, zeg maar, van die van die projecten heb, uh, heb ik best wel een, een paar vrachtwagens daarheen gebracht, zeg maar. Ja. Zo is dat toen is thuis een beetje ontstaan. Ja, dat is tot, tot vandaag nog ja. steeds bezig. Ja, alleen ik lever ze niet meer op. Dat, uh, oh, ja. Ik doe nog wel een beetje uh, uh, vislevering. Ik heb nog wat vaste klanten enzovoort. Maar de, mm. de grote ladingen enzovoort, die, uh, die laat ik over aan uh, anderen. En wat voor vissen heb jij in het verleden dan geregeld? Als we dan gaan kijken, wat voor water in Nederland tref je die aan? Ik denk, en ik, niet, ik, ik wil echt niet op mijn borst kloppen, maar ik denk dat het moeilijker is om in Nederland een water te vinden waar mijn vis niet zwemt, als waar ze wel zwemmen. En dat zijn dan met name dus die spiegels, die projectspiegels en dergelijke? Spiegels en schubs. ja. 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 Dus uh, ik denk dat wij, ik uh, zal even kijken hoor. Ja, in, hoe lang is dat geleden? Ja, 2006, 2007, 2008... Toen deden wij al, ik denk, 25 ton karper per jaar naar Nederland brengen. Uh, dus uh, ik, ik, ik heb wel eens een keer een, een, een optelsommetje gemaakt. Maar een, 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 een half miljoen kilo, daar kom ik inmiddels al aan. Wat er in Nederland uitgezet is. Ja, als je dan naar het dan een paar kilo per vis, dan uh, zijn het er heel wat. Er zijn best wel wat vissen, ja. En, en het grappige is, kijk, je, je zet het uit al in kanalen, rivieren, uh, plassen. Maar wat je uh, in de loop der tijd steeds meer had, is dat verenigingen, zeg maar, 400-500 kilo vis bestelden. En dat moest ik naar een bepaald punt brengen. Maar vanaf daar reden er we tien autootjes naar allerlei andere wateren ja. om het onder te verdelen. Dus, en um, ja, de andere jongens, zoals nou, ze van de put, Peskes, uh, nou, zoals mm -hmm. tegenwoordig special carp die hele mooie vis heeft. Uh, ja, die waren er allemaal niet, die waren allemaal niet tentonelen. De, de, ja. dus, dus alles kwam bij weg bij, bij, bij toen destijds. En uh, dat was ik echt meer, ja, het was niet, ik, ik, ik heb dat nooit opgezet als bedrijf. Ja, dat klinkt heel gek dit. Mm -hmm. het, het is nooit gedaan toen destijds vanuit financieel oogmerk van, oh hier gaan we eens even lekker geld mee verdienen. Nee. Dat was kaar... eigenlijk het gevolg van... We dat... hadden als dus hadden we vis nodig. En ja. er was geen vis. En ik had een connectie in, in Frankrijk. Mm -hmm. Dus ja, marges waren echt minimaal. Dat interesseerde me eigenlijk toen het dus thuis helemaal ja. niet. En uh, kijk, later word je ouder. En op een gegeven moment... Ja, je je moet... moet je boodschappen betalen. Nou ja, je moet een huis kopen. En je moet van alles en nog wat, weet je wel. Uh, ja, je moet in een, in een ja. keer moet je allerlei dingen. Dan moet je in een keer even volwassen worden. En um, ja, dan in een van... Om toch wel patiënten verdienen. Ja. Ah, daar was ik toen helemaal niet mee bezig. Ja, en als je dan gaat kijken hoe dat zich uh, ontwikkeld heeft de afgelopen jaren. Van, nou ja, als je, je haalde het er straks zelfs Valkenswaard aan en uh, uh, de OVB. Mm -hmm. Ik moet er gelijk denken aan die 25% wildbroedhybride. Ja. Dat we in het verleden al die torpedoschups vingen die relatief gezien veel minder hard groeiden. Maar wel veel ouder werden. Wel ouder werden. Ja, hoe is het dan ineens? Want ik kan me herinneren dat hij vroeger een kaal spiegeltje ving en dat was dan wow, dat was een uitzondering. Mm -hmm. Nu een heleboel wateren dat ja, de visbestanden in Nederland zijn aardig veranderd. Als karenvissers zijn, hebben we nu veel meer grote vissen onze beschikking dan ooit, mede door die uitzettingen. Ja, kijk, het zat wat je al aangaf, dat wij in Nederland weinig relatief weinig grote vissen hadden, ja, zat hem gewoon in ras natuurlijk uh, onze temperaturen, hè, dus zijn lager als uh, in, in Frankrijk bijvoorbeeld, mm. dus het groeiseizoen is iets korter. Maar het was hoofdzakelijk ras. Ja, ja je ziet, nou de sprongen die we nu maken zijn een. Dat gigantisch. Is gigantisch. Kijk, uh, als ik gewoon kijk naar de levering wat ik gedaan heb, er zijn uh, partijen bij die mij altijd heel goed op de hoogte gehouden hebben van wat mm. de ontwikkeling van de vissers is geweest. De betere vissen, ik leverde altijd K3'tjes, dus er vissen zeg maar, tussen de anderhalve en 3 kilo. Ja. De betere vissen, die waren binnen 7 jaar 20 kilo. Dus van, van dat formaat. En zelfs op wateren waar vaak nooit een 20 kilo vis heeft gezwommen. Klopt, ja. Dus maar ja, maar ook bijvoorbeeld het ja, Twente-kanaal. Goed voorbeeld. Daar zijn we hebben wel grote vissers om mee, natuurlijk, in het verleden. Maar dat is nog niet een water wat echt gewoon waar de vis groeit op voer of zo. Weet je wel. Want die vissen ja. leggen grote afstanden af en zo. Zeven jaar, man, eerst 20 kilo vis. En, en, en ik weet wateren, daar zijn ze nog veel groter geworden. Want uh, zonder een, een water te noemen, wat is de grootste bij jou bekende vis die door jou is uitgezet? Boven de 40 kilo in Nederland. Boven de 40 kilo in Nederland. Wie had dat gedacht? Ja, ik niet. Nee. nee, ik vind het ook wel heel interessant. Ik heb ook een keer een artikel gelezen en het ging over um, viskweek en ook bijvoorbeeld de hoeveelheid voer die een bepaalde vis, hè, een vissoort bijvoorbeeld, nodig heeft om een kilo te groeien. Mm -hmm. En dat is al bizar om te zien dat een, een sommige vissen, die hebben wijze van 8 kilo voer moet je erin stoppen onder perfecte omstandigheden om een kilo groei te krijgen. Ja, dat bij Kappen niet. Maar als je dan um, andere vissen had, dan was het de verhouding bijvoorbeeld drie op één. Als je dat weet en als dat bijvoorbeeld met bepaalde bloedlijnen en karpen ook verschillen zijn en je gaat dan de juiste vissen uitzetten, ja dan ga je natuurlijk, maar uh, je hebt voor de Flevopolder, waar eerst alleen maar kleine stokbroodjes rondzwemmen, dan ga je ineens een bul van de vis tussen krijgen, puur ja. omdat hij gewoon minder voedsel nodig heeft om daadwerkelijk groot te worden. Ja, klopt. Waar ja. denk je dat het in de toekomst uh, naartoe zou kunnen gaan? Wat, wat zal ergens een keer een stop zitten. Hè? de loop van de jaren worden vissen groter en groter en groter. Voor mijn gevoel is een 20 kilo vis nu, wat een 15 kilo vis misschien 10, 12 jaar geleden was. Ja. Op een bepaald moment moet die rechteruit zijn. Ja, dat zou je zeggen. Maar als je gewoon naar het buitenland ook kijkt, ze worden gewoon steeds groter. Ik bedoel, we praten nu al over 40 kilo vissen. Mm. Niet op één water, maar echt op meerdere wateren. Ja. Best wel veel water tegenwoordig zelfs. En de eerste 50 kilo vissen zijn al gevangen. En oké, okay, de manieren hoe ze 50 kilo geworden zijn en dat soort dingen allemaal meer. Ja, prima, maar ze zijn het wel. Ja, en, ja dat is misschien het interessante als je gaat kijken naar water zoals een euro-aqua euro bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Het is eigenlijk heel interessant wel om te zien: van, ja, wat, wat is mogelijk? Ja, dat. En uh, met. De, de, het formaat van de industrie, die is zo groot, de belangen worden ook steeds groter. Dus, hmm. maar ook dus de budgetten. En uh, op het moment dat jij dus geld hebt, kun je onderzoek doen. En als je hmm. onderzoek kunt doen, ja, kun je op een gegeven moment ook gewoon nieuwe inkruisingen doen van vissen. Uh, ik noem maar even wat. Hè? Stel je nou voor dat jij gewoon twee vissen hebt van 40 kilo, mannetje en een vrouwtje. Met de perfecte genen. En jij kunt die allebei afstrijken met een ganse veer mengen en het jongbroed daarvan op laten komen en dan ook weer doorselecteren. Ja. Ik zeg niet dat dat 100% succes oplevert, maar ik kan me toch wel iets bij voorstellen dat, ja. dat, dat de pool toch wel redelijk goed is om de vis nog groter ja. te laten worden. Dus ja, wat is de rek? Ja, of het wenselijk is, Ja, dat is niet aan mij om te beslissen dat is ook niet aan mij om te oordelen. Maar ja, waar is de rek? ja of is de rek er ooit uit is, nou ik denk het niet. En hoe denk jij over bijvoorbeeld, en mensen zeggen als snelgroeiers, die gaan ook snel dood? Klopt. Klopt dat? Ja. En heb je het dan over, moeten we dan denken aan specifieke vissen? Of zijn dat die, die bloedlijnen, die over het algemeen sneller groeien, gaan ook dood? En in hoeverre denk je dat dat schadelijk is voor. Ja, um, ja maar, ja, maar oude... nou, Oké, okay. maar dan wil ik wel een vraag stellen, hoe oud moet een karper worden? Ja, dat is de vraag. Kijk, je hoort wel eens hele mooie verhalen. En ik vind het zelf ook wel tof als je ergens vis van een vis bent van 40 jaar oud. Dus ergens het beeld is dus heel mooi, maar. <laughs> Maar dat is dan één vis. Ja, hoeveel vissen van die lichting zijn er gesneuveld voordat die ene vis 40 jaar werd? Kijk, en dat is het. Er worden vaak appels met peren vergeleken. En dat is dus de, de ene uitzondering, wat met de andere uitzondering vergelijken. Mm. Kijk, je hebt zeg maar de. de nou, bijvoorbeeld die 25% wildhybrides. Hoeveel van daarvan zijn er, zijn er ooit uitgezet en hoeveel? O, ja, da, da, daar zijn er vissen bij, die zijn 40, 50 jaar oud geworden. Ja, te, te gek. Maar dan wordt dat vervolgens vergeleken met een snelgroeier... die na zeven of acht jaar zichzelf al kapot heeft gegroeid. Ja, dat is het ene, ene ja. uiterste met het andere uiterste. Ja, en denk ik ook dat de, de omstandigheden... tegenwoordig meer hengeldruk, meer voer in het water... waar we misschien ook al vraagtekenen kunnen bijstellen... van ja, wat, hoe goed is het dat zo'n vis zo snel groeit... en zoveel voedsel tot zijn beschikking heeft? 100 procent. Ja. Als die 25 procent broedhybride nu in die settings zoals wij hebben... dat die mogelijk ook... Sneller groot zou worden. Sneller ja. groot zou worden en ja, ook sneller mogelijk. Tuurlijk. Kijk, het, is, het draait om, om een vis te laten groeien. Het draait gewoon om waterkwaliteit en voeding. Ja. Dat zijn de enige twee voorwaarden die echt belangrijk zijn. En dan kan zo'n vis gewoon ongelimiteerd snel groeien. Kijk, tuurlijk, terwijl door geenen bepaald hoe snel dat zal zijn. Mm -hmm. Alleen, ja, dat meer, meer ben je niet nodig. Dus, ja. ja en Theorie, Theorie, zien we het bewijs ervan? Ja. Ja, zeker. Ja, en dat is het uh, interessante daarvan. Dat zei jij wel van die kennis daarvan. Ook heb gebruik voor een ander project. Nou ja, kijk, dat, dat is het. ik, ik ben uh, Doordat ik ben gaan werken in die Hengelsport... Uh, ben ik, ik, ben, ik ben altijd op zoek geweest naar nieuwe uitdagingen. Mm -hmm. om, om maar de kennis te verbreden. Ik, mm -hmm. ik ben wat dat betreft uh, best wel een ADD'er. Ik heb wel hyperfocus, zeg maar. En op het moment dat... Ik, een bepaald onderwerp dat mij dat begint te interesseren, mm -hmm. dan moet ik tot het einde weten. Ik dan, ja. dan, dan, ik bijt me daar helemaal in vast. Ik kan daar dagen, weken, maanden, kan ik me daar helemaal in verdiepen en helemaal in, ja, in vastbijten, zeg maar. Mm -hmm. en, um, je, elke facet ga je af, want op een gegeven moment, dan ben je dat weer nodig in je. Visserij van je werkzaamheden of wat dan ook. En mm -hmm. na Frankrijk, inderdaad, na, na het kweken en dat soort yeah. dingen meer, kwam daar het, het voeren aanbod, zeg maar. Um, en uh, het was ook wel iets, ik kon ook niks anders hoor als vissen. Ik had natuurlijk verder geen opleiding of zo. Dus uh, het was ook een beetje uit nood. Ben ik op een gegeven moment gaan zoeken van, oké, okay, wat ga ik nu doen? Boilies. Ja. Yeah. Ah, Oké, okay. ik kan mijn bodies gaan verkopen en ik had een uh, in, uh, in België had. Ja, ik, de uh, mix samenstellen, dat was je al op vroege leeftijd gelukt. Natuurlijk, dat lukte wel. Alleen, hè, je zit met, met een paar um, rauwe ingrediënten beden natuurlijk nog niet. Ja. Zeker als je het wil gaan verkopen, hè, je, je zult het toch op schaal moeten brengen. En ja. uh, ik ben wel echt een one man band. Ik ik, ik, ik opereer best alleen. Mm -hmm. Dus um, ja, dan heb je dus partners nodig die dat kunnen rollen, kunnen produceren en dat soort dingen. En, en uh, toen kwam ik al vrij uh, vroeg terecht. Uh, die had ik in Frankrijk leren kennen bij uh, Theo Pustjens mm -hmm. in, uh, in België. En uh, samen met Luc Plukkers hadden die, uh, had hij een, een aaslijn. Nou, die ben ik wat uh, met hem gaan doen. Uh, wat Boilies daar inkopen. Mm -hmm. Op een gegeven moment, uh, hun deden dat ook vanuit huis. Werd mijn vraag groter dan. Ja, dan hun situatie, zeg maar, ook kon produceren. Dus mm -hmm. Is dat of verder opgeschaald naar. Um, naar mm -hmm. uh, Alleen, doordat ik zeg maar bij hun wegging, uh, de kennis wat ik niet had, wat hun wel, hun wel hadden, ja, die verloor ik. Dus toen moest ik op een gegeven moment, moest ik zelf aan de bak. Want er moesten dus inderdaad nieuwe recepten geformuleerd worden. Natuurlijk, je kent wel wat mensen. Ja. En uh, je bent links-rechts en kennis in, maar. Ik ben me toen ook echt wel gaan verdiepen in, ja. in de materie, in de stof. Ik ben er dieper in gedoken. En uh, ja, dan krijg je dus wat ik net al aan, aanhaal. Dan krijg je dus die... die ja, die hyperfocus en dan duik ik er helemaal in eiwitten, aminozuren, aminozuurstrengen, strengen, uh, vetzuren, koolhydraten, verzin het allemaal. Maar alles wat daar ja. dan bij komt kijken. En uh, hè, de theorie van, uh, van de Ton van Duigen van de, de, van de aminozuren: de, de aminozuur die het minst aan, aanwezig is in het voer, is bepalend voor wat dan op kan uh, van de andere uh, aminozuren die opgenomen kan worden. De essentiële aminozuren, wat een karper zelf niet kan aanmaken, die die via je voeding binnen moet krijgen. Nou, echt. Voor de weten, en in een ander, uh, ja? Tunnel. Ja, nou, en daar zit ik dan dus in, en daar zit ik heel lang in, en dat vind ik dan helemaal. Dat ga ik helemaal in, in, in los, vind mm -hmm. ik heb ik helemaal in mijn element. Um, en nou, dan op zo'n moment, dan duw ik ook die energie en dat enthousiasme, duw ik ook in zo'n bedrijf, nou, dat ik mm -hmm. dan KGB beets en. Dan zie je dan ook, dan als je dat heel veel aandacht en liefde geeft en dus ja, helemaal volledig voor gaat, dan zie je dat ook heel snel groeien. Mm -hmm. En op een gegeven moment lag ik geloof ik in 35 of 40 van de A-winkels in Nederland of ja. zo. Um, en in die tijd waren er echt heel veel boliebedrijven. Dat kan me nog wel herinneren. De mensen denken dat er nu nog veel zijn. Nou, toen waren er echt nog veel meer. Ook een hele hoop die niet, 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 niet meer bestaan. Nee, ja. ik heb een heleboel ook in die tijd... en ik heb het maar 13 jaar gedaan of zo. Uh, ik heb een heleboel ziekenhallen ingaan. Hoor. De meeste, ja. uh, de houdbaarheidsdata van het gemiddelde aasbedrijf... is denk ik vier jaar, misschien vijf dus de eerste drie jaar, uh, zeker als dat het eerste bedrijf is wat ze hadden, is dat belastingvrij om het even zo te zeggen. Yeah. Yeah, dan krijg je wat korting van de belastingdienst en op een gegeven moment krijg je die korting niet meer, dan moet je echt gewoon all volledig alles betalen yeah. en dan op een gegeven moment zijn ze, oh dan ben... blijkt dat een doosneus chiller life langer meegaat dan de firma. ik ben uh, ik ben van niks aan het werk, <laughs> daar komen ze yeah. achter. ja, dus ja, weet je dat uh, maar ja dat is het het, het voeg wel weer toe aan de bredere kennis van het beestje karper. ja ja, je hebt je eigenlijk een hele periode dus daar ook in verdiept en uh... ja. Alle informatie opgenomen en in de praktijk weer gebruikt om ja. daadwerkelijk goed af te maken. Ja, en, en ja, je hebt gewoon uh, een hele groep mensen op een gegeven moment verzameld om je heen. Die gewoon jouw ideeën op een gegeven moment kunnen bevestigen of ontkrachten. Ja. Zij weten niet wat, wat, wat je ze meegeeft, maar ze geven je wel resultaten terug. Ja. En daardoor kun je heel snel leren. Wat zijn een paar van jouw meest, uh, meest opvallende lessen die je daaruit geleerd hebt van goed Aas. Wat is goed Aas? En dan niet Aas wat je puur voor jezelf maakt, maar dat ook nog eens commercieel interessant moet zijn. Less is more. Dat is echt. Kijk, ik kwam daar in, die, in, in de fabriek op een gegeven moment terecht, en dan, uh, dan kom je in een enorm warehouse met. Alle Ingrediënten wat je maar kunt verzinnen en wat ze niet hebben, kunnen ze binnen een paar dagen in huis krijgen. Het ja. is gewoon: je, 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 je kan pad, dus gek niet bedenken. Je palet aan keuze wordt heel groot en daar zitten ook hele mooie exotische ingrediënten bij. Weet je wel: De gesproeidroogde droogde vismeelen, squidmeelen. Uh, toen destijds had je l 030 30 uh, Ja, nou, dat is een, een uh, uh, nieuw uh, nieuw iets. aminol, weet je wel uh, dat dat uh, dat uh, dat spul allemaal kril. gehydrolyseerde kril, lever, uh, verzin het allemaal maar. Dus en dat was eigenlijk voor het eerst dat ik gewoon toegang had hè, tot dat soort goede mm. ingrediënten. Ja. Ga je er veel te veel van ingooien. Je overpowert alles gewoon. Je gooit er te veel in, te veel. Je maakt het zeg maar te attractief. Ja. Uh, dat werkt op een gegeven moment gewoon tegen je. Dat, uh, daar worden de vangsten niet beter van. Dat heeft wel even geduurd voordat ik erachter kwam. Kostprijs gaat maar... natuurlijk ook vaak omhoog met dat soort producten. Ja, maar um, en zo heb ik eigenlijk met alle dingen wat ik altijd gedaan heb, uh, gewerkt. Ik heb altijd eerst getracht het beste product te maken. Mm -hmm. En dan pas te kijken hoe we er wat aan kunnen verdienen. Ja. Dus. Um, en als dat dan inhield dat het een relatief hoog kostprijs had. Mm -hmm. Of uiteindelijk retailprijs. Ja, dan was, ja. Dat, dan was dat maar zo. Ik deed daar geen, nog geen consistentie. Dat heb ik nog gedaan. En dan heb je. Ja, het stukje les is mooi. Ja. Nog, en, nog dingen die echt opvallend zijn. of waar mensen die naar een winkel gaan en, en een zakje boilies kopen. Of juist mensen die zelf voor zichzelf draaien om vervolgens in een eigen vriezeltje te steken, misschien totaal geen benul van hebben wat erbij komt kijken om een, een ja, commercieel interessante boilie op de markt te brengen. Nou, om de markt te brengen, dat is, dat is wel een heel lang verhaal. Alleen als jij als klant zijnde um, boilies gaat kopen, um, durf ik wel gewoon te zeggen dat als jij bij de gerenommeerde merken wat koopt, koop je die snowrommel wil die bedrijven overleven het al 20, 30 jaar soms. Dat is met een reden. Mm. Dat is niet alleen maar door goed management en goede zaakvoering. Dat kan niet zonder een goed product. Ja. Alleen, um, het is natuurlijk altijd wel de vraag waar ga je het voor inzetten. Ga jij een korte sessie doen, moet je het in stand hebben? Mm. Nou, of ga jij lange termijn aan de gang? Kijk, als je lange termijn aan de gang gaat, dus gaat voeren en dat soort dingen meer, ja, dan wordt kostprijs natuurlijk in één keer een stuk relevanter. Mm. Maar als jij in stand gaat vissen. Ja, ik vis dan liever met een dure aas, waarvan ik weet van... oké, okay, nou, daar heb ik vertrouwen in, die gaat er. Ja. Want ik ben toch niet veel nodig. Ik misschien 10, 15, 20 bolies rond mijn recht. Dan is misschien wel de, de brandstof die ik heb hebben om naar je stack toe te rijden... voor die ene instant sessie sowieso al een stuk hoger dan dat. wat je aan aas nodig gaat hebben. Ja, en dat is wel altijd wel een dingetje geweest. Dat leer je ook wel eens op een gegeven moment in die aasverkoop zit... Um, Mensen vinden het niet erg om hengels te, ko hengels te kopen van, uh, van 500 euro stuk. Molens mm -hmm. van 300, voerboot van 3500. Um, ik noem maar wat hè? noem die gekke prijzen maar allemaal tegenwoordig. Ja. Maar als het dan op Azaak komt, dan wordt het nog tot op het laatste dubbeltje gekeken. Dat is misschien ook iets typisch voor de lage landen waarin wij leven, waar ja. toch heel erg een voorvoercultuur is. En waar mensen nou ja, zo goedkoop mogelijk veel voer in het water willen gooien. Want dat is natuurlijk de oplossing om meer vis te vangen. Ja, dat denk ik. Ja, ik, ik weet niet. Uh, dat is een tendens die, die op een gegeven moment erin gekomen is. En nooit meer weggegaan is. Ik bedoel, uh, ik, ik kan me nog herinneren. Het was, uh, het was eerst was het Richwood. Toen kwamen de Nash uh, um, Shelf Lives kwamen mm. in, in de schappen te liggen. Martinus B. kwam toen op de hoek ja, zetten. De gebrande noot en dat ik ja, het ja De gebrande noot en de toeti. En, de tutti. en uh, 25 gulden voor 2,5 kilo. Nou, echt goud. Nou, toch tien de kilo. Wat toen destijds best geld was. Ja. Maar dat was allemaal geen enkel probleem. En toen op een gegeven moment kwam uh, ProLine. En die kwam toen met een, uh, met een vriezer range. En uh, dat was relatief... Waren ook een van de eerste, zo niet de eerste die met vriezer baits ja, en, en voor weinig. Dat was gewoon echt veel voor weinig. En ik, ja. wil, ik, daarmee wil ik niet wijzen naar ProLine. Maar ik denk dat dat wel een, een tijdperk heeft ingeluid. Dat uh, veel voeren... Dat was hun credo. Hè? Dat, dat, dat kwam daar vandaan. Hè? Eddie Sterks en, en dat soort jongens die voercampagnes voer campagnes en dit, dat op, de, ja. op de grote kanalen in België. Of op grote wateren en, en waterwegen. En uh, ja, dan uh, werkte dat ook heel goed. En die vangsten kwamen op een gegeven moment los. Ja, en dan, dat was op een gegeven moment, ja, dan kon je voor, ik weet het echt niet meer, vier euro de kilo of zo. Iets in ja. geest. Kon je een, 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 een vriezer aas bij hun kopen die het gewoon goed deed. En ik denk dat vanaf dat moment er geen weg meer terug was. Ja. Nou, dat is mijn gevoel er altijd bij geweest. Ja. Of dat zo is, weet ik niet. Maar uh, vanaf dat moment was elk ander aas, wat het dubbele bevail bijvoorbeeld kosten, ja, was strekt een stuk minder interessant. Ja, ik, ik weet niet of dat zo is, maar dat is mijn beleving altijd. Ja, ja dat is wel interessant om zo te zien. Want als je gaat kijken naar ja, hoe de visserij hier is, ik denk dat misschien nou ook wel meer aan het veranderen is, omdat natuurlijk. Met name sinds COVID moet de jaren ervoor al steeds drukker worden aan de waterkant. Dus ja, in hoeverre kan je nog echt stekken goed gaan aanvoeren en opbouwen? Dus dat daar de mensen veel meer en in vissen zijn en daardoor die prijs mogelijk ja, minder belangrijk is. Ja, en het is ook gewoon niet meer mogelijk om heel goedkoop te produceren. alle grondstoffen, lonen, energie, alles is gewoon echt duurder geworden. Dus echt heel goedkoop Aas. Ja, dan moet je jezelf echt achter op je hoofd gaan krabben of je dat er wel in wil gooien. Want oh, ja. het is bijna niet meer mogelijk om het op die manier te produceren. Uh, waar vroeger je, zeg maar, als je goedkoop aas wil maken, meer bulk ingrediënten erin mm -hmm. ging doen, zijn het ju nou juist de bulk ingrediënten die zo duur zijn geworden. Ja, dus, ja maar dan om te zwijgen over de energierekening. Ja, dus uh, nee, ja, goed. Uh, ja. Ja, je hebt dus een hele periode, periode je verdiept in aas. Mm -hmm. Je eigen aasmerk had. Ja. Maar dat, ja, daar is het niet gestopt. Nee. Meer een uitdaging verder. Wat kwam er op je pad? Ja, ik... Uh, via VIA um, kwam mij te horen dat een, een, een water te koop kwam. Vlakbij uh, de, de KGB warehouse. Toen was thuis. Mm -hmm. uh, daar ben ik eens een keer een rondje gaan lopen. En, uh, maar ja... Ik had geen stuiven om mijn kont te krabben. Dus ik had wel een paar, ja. een paar centen. Maar niet om om, om om water te kopen en helemaal op te zetten, weet je wel. Uh, mm. Dus ik wist wel een beetje wat daarvoor uh, nodig was. Dus uh, en, zoals geluk het wil hebben. Ja, toeval bestaat niet, zeggen, zeggen ze. Uh, kwam er op dat moment een andere man ter tonele, Wim, uit Vught. Die, uh, die wou dat water ook kopen. Die had ook lang mm. bij dat water. Maar die wou hem kopen als investering ze je wil eigenlijk gewoon een stuk grond kopen, bezitten en als mogelijk... Ja, gewoon als investering. Ja, en, en kon ik weer doorverkopen, prima. Maar hij wou het ook wel verpachten aan mij. Dus, uh... dus hij heeft zijn investering. Ja, dus hij heeft hem gekocht toen hij uh, dat water... En uh, nou, toen heb ik hem uitgelegd wat ik ermee wil gaan doen. Mm -hmm. Hij kocht normaal gesproken kocht hij altijd uh, bosgrond. Dus stukken bos. Ja, wat ik ja. ermee kan doen, ik heb echt geen idee. Maar ik zit, ik ben ook een visser. Ik ben geen, geen, ja, je kan je voorstellen stel dat ooit die nu niet omhoog gaat. En het natuurlijk interessant om weer door te verkopen. Maar ik niet uit zoiets zal het waarschijnlijk het zijn. Ja, ik heb hem daar ook nog naar gevraagd, maar dat is wat hij normaal kocht. Alleen dit was dan zeg maar een perceel met bomen, maar ook met water. En, mm -hmm. um, en ik heb hem uitgelegd wat ik wou doen. Nou, zegt hij, dat is prima. Ik zeg, ja, ik zeg, die eerste paar jaar. Want ik had natuurlijk geen geld om dat allemaal in één keer op poten te zetten. Hij zegt: Heb ik eigenlijk niet zoveel geld voor, uh, voor pachten enzovoort? Oh, dat is geen probleem hoor. Want het eerste jaar doen we zoveel. Het tweede jaar doen we zoveel. Hij zegt: En dan nou, drie, vier jaar heb je dan op de rit? Ja, hij zegt: Nou, dan doen we hem hoger. Uiteindelijk, op het eind betaal je dan het meest. Hij zegt: maar, Over de gehele linie heb je dan hetzelfde betaald. Alleen je betaalt in het begin ja. weinig dat je het kan opzetten. Dus die meneer die heeft, heeft me echt heel, heel, enorm geholpen. Zonder hem was het eigenlijk ook nooit gelukt. Kende ik verder niet. Het gewoon, was gewoon een random iemand die je uh, ja. dus leert kennen. Die, die steekt dat uh, als, als, uh, ja, als zakelijke investering, steekt hij dat geld erin. Die zit met die man één keer aan de notaris. Hij is ook nog weer aan die plas geweest. Ik heb hem daarna nog weer één keer gezien. En dat was toen we de contracten tekenden, toen ik het weer van hem gekocht heb. Maar goed, dat was tien jaar later. Dus uh, ja, die, uh, die heeft dat toen destijds uh, voor mij gefinancierd. En uh, doordat ik natuurlijk die vishandel op een gegeven moment had, had ik vrachtwagens mm -hmm. met vis die continu naar Nederland toe reden. En in plaats uh, van het geld daar uit te nemen, um, op een gegeven moment tegen die kweker gezegd, doen we maar gewoon vis. Ja. Ik je niet aan te verdienen als ik, ik maar wil, wat overschot of vis haal. Ja, ik, ik mocht gewoon vis hebben. En wil die in die mate, dus en zo. Hij zegt, nou prima, als we de grote vissen weer gevangen hebben... dan, dan kon je maar langs en dan kies je maar uit wat je wil. Ja, mm. natuurlijk, ga ook kans natuurlijk. Dus uh, ik had altijd eerste keus uit, uh, uit de lading vissen... Uh, die, mm. die, die dat jaar waren, grote vissen. Dus, uh, en wat voor vissen moet ik dan denken, grote vissen? Nou ja, ik, grote, voor mij in die, in die viskweker is alles boven de 10 kilo is groot. Ja. Uh, maar in dit geval hebben we het dan over vissen tussen de 10 en de 20 kilo. Mm -hmm. uh, toen destijds, inmiddels is die productie een stuk hoger. Toen destijds was er een, uh, een productie van ongeveer 350, 400 vissen per jaar. Mm. En um, ik, 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 ik zocht daar dan de beste. 50, 60, cherrypicking. De krenten ja. uit de pap vissen, zeg maar. Als een, ja, alsof je dus gewoon... Uh, de, vroeger de intertoys catalogus voor je neus hebt. Zat jij gewoon, dat wil ik hebben, dat wil ik hebben, dat ja. wil ik hebben. Ja, het was gewoon... Nou, op een gegeven moment wisten ze het ook precies hoor. Dan, uh, dan stonden die jongens die in het water stonden... Uh, die vissen omhoog te houden. Boerkoos. Wat een, een mooie grote schubben erop, weet je wel. Uh, ja. Ze wisten op een gegeven moment precies wat ik wil hebben. Dus uh, ja, en zo hebben, heb ik drie, uh, drie winters. Hè, het is over twee jaar heb ik dat water opgezet. Maar over drie mm -hmm. winters... Heb ik, uh, heb ik de vissen zeg maar, erin kunnen zetten, want ja nogmaals ik kom het gewoon niet voor over om het in één keer te doen mm -hmm. en, um, en ook over die twee jaar tijd heb ik dus ook de stekken gebouwd, de paden aangelegd rond het water, um, ja alles gewoon ook met de van vrienden natuurlijk, mm -hmm. uh, met eigen handen gewoon zeg maar gedaan en aangelegd om, uh, om er een, een, uh, een holiday venue van te maken. <laughs> ja, maar dat was dus uh, de, de geboorte echt van van, kaart, kaart van Ja. Waren dat toen al betaalwater in Nederland? Uh, uh, ik heb plashuis. Ja, plashu 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 als, als je die kunt klassificeren als. Ik heb Plashuis altijd een beetje gezien, meer als een, als een, een, een day ticket Misschien een, een Rijke Verenigingswater. Ik weet ja, niet. Ja, misschien dat, wel. Dat is, je boekt stekken. Dus ja, ja, het is ja. helemaal van Noemer. Maar dan ja. kan ik zeggen dat die daar ook een betaalwater was. Ja, ja. Dus, maar goed, Missie was inderdaad Plashuis. Was er um, tegelijkertijd. Uh, met mij was er uh, Simavis. Mm -hmm. Ik ben nog met Simon en uh, met zijn zoon ben ik nog naar Frankrijk geweest om vissen uit te zoeken. Die, uh, mm -hmm. die heb ik toen nog uh, voor hem geregeld uh, voor, uh, voor Simavis. En uh, dat, die was tegelijkertijd met mij. Uh, dus ik geloof zelfs, dat weet ik niet zeker, dat hij een uh, seizoen eerder open is gegaan als mij. We waren wel het ballenbad gelijk al mee bezig om het allemaal ja. op te zetten. Alleen, uh, hij was voor mij net even ietsjes verder. Dus hij kon al open denk ik nog niet. Zoiets was nou Ja, En ja, nou. ja, jij was er nog paden aan het hakken tussen de bomen. Ja, alles moest er aangelegd worden. Dus uh, ja, en aangezien uh, je dan niet een, een aannemer of een, een uitvoerder belde die het even voor je deed en het allemaal zelf moest doen. Ja. Mm. En dat moest allemaal naast uh, de andere bedrijfsvoering. Ja. En nog belangrijk, moest ook betaald worden. Dus het was. Ja, er was eigenlijk steeds wat ik bouwmateriaal aan het uh, bij elkaar aan het sparen. Ja. En als je het had, dan ging zelf de schop in de grond. Ja, anders kon het niet. Ik had het gewoon niet. Dus ik kan me nog wel herinneren dat toen het in 2015 openging, toen uh, was ik ook de eerste maand ook echt afhankelijk van het bootje wat ik verhuurde, het zakje voer wat ik verkochte. Want dat geld was gewoon op. Ik had gewoon niks meer. Alles zat erin. Helemaal niks. Kleingeldpot van naar het stappen. Mm -hmm. En die werd af en toe gewoon omgekeerd om, 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 om eten te kopen. En dat is niet zielig doenerij hoor, maar gewoon door, de realiteit van droogte. Ja, ja, gewoon realiteit. En ik had ook op mijn vader kunnen bellen. En dan had ik gezegd dat ik in boodschap moet doen. Dan had hij het ook voor mij betaald. Maar goed, op een gegeven moment, hè, je hebt het eigen huis. Je weet, ik was toen mm -hmm. 32. Ja, dan wil je niet meer aankloppen bij je ouders natuurlijk. Ja. Dus, maar nee, alles zat er echt in. Alles wat ik had. Ja, ja. ja en dan. Uh... Ja, ik ben er zelf afgelopen najaar voor het eerst geweest. Eerst een keer met jou een, 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 ja, een soort kort interview te doen. Ja. Um, daarna heb ik er zelf geweest. Ja, ik kan wel zeggen, het is een uitzonderlijk water. Want ja, acht, ik geloof 8 hectare groot ja, ongeveer. Hectare, ja. En in mijn beleving, het is echt zo'n typische Nederlandse Zandwindplas, als je heel Beklinkt. veel langs de snelweg ziet liggen. Ja, dat type water um, met zo'n bestand is ongekend. Ja. Hoe, hoe was het toen het opging? Wat vond er toen tijd? Um, toen het open ging, dus, um, in 2015. Toen zonder denk ik twee, misschien 23 kilo vissen. Mm. En had ik een gemiddeld gewicht van 14 kilo, misschien 15 ja. kilo. Ja. ja, dat is met name die, die regio van Nederland, maar ook de hele dagen zou dat een heel goed bestand zijn. Misschien niet Misschien niet de extreme als naar boven toe. Maar als je zo'n gemiddeld formaat hebt, ja, dan heb je... daar ging het ook om. Kijk, dat is, dat is het, het stukje wat ik in Frankrijk wel geleerd heb toen als tijds. Het is um, zo'n visvakantie. Is, mm. Wat je verkoopt is beleving. Ja. De beleving is alles. Hm. En uh, dat begint al bijvoorbeeld met waar, waar zet je de stekken neer op zo'n water. Mm -hmm. ja, dat je dus geen last hebt van elkaar. Ja. Uh, en... Een visje vangen is natuurlijk wel belangrijk. Um, ja. dus, uh, maar, en liefst ook wel een grotere vis. Kijk dat je de topvis van het water niet vangt die week, dat accepteer je vrij makkelijk. Want de keren mm -hmm. dat dat gebeurt is zelden. Alleen uh, op het moment dat je dan wel een paar vissen vangt, moet de kans wel een beetje aanwezig zijn dat er in ieder geval een van het formaat tussen zit waar je trots op bent. Ja, je wilt dat nou, je de wil de het oh yes moment. Ja, waar de mannelijke ego mee gestreeld wordt. <laughs> ja, ja stel natuurlijk mee. Heel ja, belangrijk. Nou ja, dat is de drijfveer. En, um, hoe heet dat? Uh, dus, ik had al vrij snel door. Het gaat om het gemiddelde. De carrotfish, mm. ja, de topfish, is leuk. Maar die komen en gaan. Weet je, dat is... Ja. Maar ook natuurlijk heel risicovol Stel ja. dat je dus een, 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 een hele grote publiekstrekker hebt... en de rest zijn moi-vissen... die niet je week zullen maken... dan ga je die heel, heel vaak gewoon niet vangen... Ja. Waarbij als die ene topvis doodgaat, ja, is ja, het natuurlijk als ondernemer ja, dan, dan, dan niet heb, ideaal. Dan heb je wel een dingetje, ja. Dus het gaat om het gemiddelde. En daar heb ik altijd op ingezet. En uh, dat is het grote voordeel zeg maar, van het rasvis waar ik altijd mee gewerkt heb. En nog steeds mee werk. Als jij die in goed water zet, met goede voeding, mm -hmm. dan durf ik te zeggen dat bijna elke vis de 20 kilo kan halen. En dat is echt uitzonderlijk. Ik, ik ken niet veel rassen die waarbij dat zo is. Je hebt altijd ja. wel, natuurlijk heb je altijd wel een achterblijvertje. Maar als ik gewoon kijk naar de afgelopen jaren bijvoorbeeld op Kablantes, uh, ook vissen waar ik vandaag van, van well, die gaan het echt niet, meer, nooit meer redden. Mm. Ja, zelfs die, ze doen er wel veel langer over. Zelfs die beginnen nu al tegen de 20 kilo aan te tikken. Vissen, je hebt altijd wel eens een keer een vis met bijvoorbeeld een vergroeiing, ja, een beetje misvormd. En dat is dan bij de selectie zag ik dat misschien niet zo goed, misschien werd die, die, die uh, vervorming wat meer uitvergroot op het moment dat de vis dus ook in formaat toenam. Mm -hmm. uh, maar zo werd er voor, voor twee weken geleden bijvoorbeeld nog een schubkaper gevangen, een beetje zo'n knik in zijn rug. Mm -hmm. uh, een hele dikke vette pens eronder, niet uiterlijk niet mijn favoriete vis, maar die vis die schommelde al jaren 12, 13 kilo. Ja. Uh, en die kwam daarna nou al uh, voor anderhalf week of twee weken geleden, kwam die raad op 19, 8. En ineens maken ze dan toch een spurt. En ik ga ze dan mm. toch. Heel apart. Ja, ja. Dus ja, die, die, die gemiddelde maat. Daar heb ik eigenlijk altijd op ingezet. Dus uh, daar heb ik ook op ingekocht. En uh, gewoon voor, voor, geprobeerd ervoor te zorgen. Om zo snel mogelijk. een gemiddelde te krijgen tegen de. 18 à 20 kilo. En. Ja, toen open, En toen je open ging. Nee, de eerste ja, dag dat werd gevist. Dus dat er al tegen de 15e zijn. Dus ja, maar dat, uh, uh, een individuele vis groot krijgen. Ja, dat is niet zo moeilijk mm -hmm. over de gehele linie dan moet alles kloppen. Ja, want, alles. Waar moet je dan aan denken? Want ja, je hebt in de grond gevuld met water. Het is niet helemaal zo om een vrachtwagen vis in gooit. Nee, maar nou, nou goed, kijk. Ten eerste is het uh, de hand van de meester, dus gewoon het selecteren van vis. Mm -hmm. En um, ja, weet je, ik wil niet zeggen dat ik daar een expert in ben. Alleen met al die uh, uh, leveringen die we gedaan hebben in de loop van de jaar weet ik wel wat er zwemt, wat er tussen ja. zit wat er kan en op een gegeven moment hoe gek dan ook ga je bepaalde vormen van vissen ga je herkennen mm. ja ik weet niet hoe ik dat precies uit moet leggen Dus is gewoon als ik dan een kleine vis zie kan ik me soms al heel goed voorstellen hoe die eruit ziet als die groot is mm. en wat zijn dan dingen waar je op let ja formaat van de kop formaat van de vissen, of, uh, formaat van de vinnen lengte uh, hoe de kop staat ten opzichte van het lichaam staat die een beetje naar beneden staat die recht staat die omhoog uh, de knik achter de kop is Relatief belangrijk, maar lengte vind ik belangrijker. En dan gekoppeld aan leeftijd. Ja, natuurlijk, als je een vis hebt die er wauw uitziet, maar blijkt dat hij al 12 jaar oud is ten opzichte van drie jaar, dat maakt wel een verschil. Ja, maar goed, kijk, ik zeg maar wat: als jij bijvoorbeeld een afvissing hebt en daar zitten allemaal K6-vissen in, zes zomervissen. Ja. Je hebt er altijd, en dan hebben we van die slings, dat tillen we ze in. En die slings zijn dan bijvoorbeeld 2, 83 centimeter lang. Ja. Dat weet ik dan van tevoren. Op het moment dat, ze dan met de staat, dat er een paar vissen zijn die met de staat dus uithangen, of eruit hangen, dan weet je, die zijn extreem veel langer dan alle andere vissen. Ja. Dat zijn vissen, die pak ik direct. Vind jij dat belangrijker dan het gewicht, dan ja. dat je vissen hebt die ja. korter zijn, zwaarder? Ja, Veel belangrijker. Dat komt omdat op, uh, de body van een vis, die ontwikkelt zich nog veel langer door dan de lengte mm. Ik bedoel, een kaper die groeit in principe zijn hele leven. Ook ja. in lengte. Maar in de eerste jaren groeit hij wel het hardst in lengte. En ja. daarna is het heel mondjesmaat. Dus je wil zo groot mogelijk frame eigenlijk opbouwen om later de diepte en de breedte? Hoe sneller ze meten, zijn hoe beter. Dat is eigenlijk mijn credo als het gaat om, om het uitzoeken van dat mm -hmm. rasvis. Hè? Kijk, je hebt ook rassen die zijn heel lang, maar dat blijven altijd sigaren. Ja. Alleen dit type vis, dat blijven geen sigaren. Die, die vullen allemaal uit. En dat wil niet zeggen dat ze um, allemaal een buik krijgen, maar ze krijgen wel allemaal ja, meer postuur. Mm -hmm. En op het moment dat jij dan gewoon een vis hebt van een meter, en zijn kop wordt groter, en zijn lichaam die, 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 die volgt daarop, ja, dan is hij al 25 kilo. Punt. Ja. Dus als jij nou, uh, als ik jou eigenlijk naar stuur uh, om vissen uit te zoeken, dan kijk je welke zijn de langste van deze lichting. In principe wel, ja. ja. En, en ze mogen geen vergroeiingen hebben. Ja. Dat is echt wel iets, dat heb ik afgelopen jaar ervan geleerd. Als het ook maar lijkt op een vergroeiing, nee. En als je dan puur esthetisch zeg maar, naar de vis gaat kijken. Wat is een vis waar jij heel blij van wordt als je het ziet? Mm, ja. Ja, weet je. Ik, ik, vind, ik, 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 weet, ik vind mijn karpers vind ik een beetje hetzelfde als vrouwen. Je, je, ja. Je hebt zoveel mooie je wilt verhalen. Je wil er eentje van de rest van je leven Nou dan? Nee, maar je hebt zoveel mooie verhalen. Weet je wel? En, en dat is voor mij niet, ja. zo, niet zo... Of ze nou blond, brunet, donker. Maar ja, mm. weet je. Met karpers ook. Ik, ik kan heel hard gaan op een hele mooie grote schubkarper. Ja, maar dan zie ik een mooie grote rijen, Ja, vind ik ook te gek. Ja. Maar een perfect gebouwde gewoon kale spiegel ja. en niet met zo'n dikke vette handpens, maar gewoon echt gewoon een massieve vis. Ja, Ach, vind ik ook mooi. Het ja, dus is misschien ook wel mooi. dat, wat ik van vroeger herkende, dan ving je met name mooie langgerekte schubs, En dan ving je ineens zo'n klein voetballetje met een blubberbuik eronder, wat helemaal kaal was. Dan had je wauw, net zo'n Franse spiegel. Nou, ja. dat was een uitzondering. Ja. Maar ja, toen ja, je die op een gegeven moment hoofdzakelijk begon te vangen, toen dacht je, oh, sorry, ik zal een torpedo schub. torpedoschup. Ja. Zorg je ook dat op jou... Uh, water, zeg maar, of water, uh, water uh, waar jij vis hebt uitgezet en waar je misschien meedenkt over wat er wat uitgezet, dat er een variatie aan vissen komt, of? ja, kijk, ik heb op uh, bij mij op de plas heb ik altijd gezorgd dat er van alles wat zat, dus mm. van, van uh, de torpedo tot de dikke hangpens, tot de rijen, tot de volschub, tot de schub, alles en elke variatie leder verzint ja. het maar. Daar selecteerde ik echt op dat je gewoon variatie had. Um, ik lever bijvoorbeeld ook veel vis in Noord-Nederland. Dat is natuurlijk mijn regio. En uh, met de federatie, daar hebben we gewoon goede afspraken gemaakt. En daar bestellen ze dus ook geen karper. Of daar bestellen ze geen spiegelkarpers meer. Ze bestellen karper. En de invulling, um, als je hem ongeveer de verhouding wil hebben, is ongeveer. Um, 45% schub, 45% spiegel en dan 10% rijenkarpers. Mm -hmm. En dat wil niet zeggen dat dat allemaal perfecte rijen zijn of allemaal perfecte ja. spiegels. Daar zitten ook wel beschubde spiegels tussen en dat soort dingen. Maar om gewoon gevarieerd uit te zetten. Ja, en niet over een aantal jaren dat je in een, in een magazine van vroeger een schubkaper ziet. En jij denkt ja, ja, die hadden we toen ook nog. Ja. Het, is, uh, het is van alles. En dat mm -hmm. zie je nu ook echt terugkomen in, uh, in de open wateren. In, uh, in Noord-Nederland hebben we daar, god, in de afgelopen paar jaar hebben we daar een kleine, nou, ik geloof 25 ton karper uitgezet of zo. En, um, ja, de, de, de wateren waar, zijn er nu al bij die bij de eerste, te, nou, vissen bijna tegen de 20 kilo uit beginnen te komen. En dat zijn gewoon open wateren. 17, 18 kilo ja. wordt al gevangen. Ah, te gek. Ja, dat vind ik echt moe om te zien. Eigenlijk eh, allemaal vissen die je nou ja, bij wijze van zelf in de handen hebt gehad of in je eigen vrachtwagen. Die hebben allemaal in, in, in de vrachtwagen gezeten. En dat uh, en is allemaal met, uh, ja, met bekenden en vrienden is dat allemaal, uh, zijn die projecten allemaal opgezet. Weet je? Ik, nee. ik ben er bijna nauw bij betrokken geweest. Bart van Bezouw die heeft daar het voortouw in genomen, planmatig. Uh, bijvoorbeeld een Harold Bremmer, die, uh, die heeft op een gegeven moment zelfs een zetel bekleed in, uh, van, uh, ik geloof, van zeven of acht jaar al in, uh, in de federatie, in het bestuur. Uh, gewoon overal gewoon ja, sleutelpersonen hebben die gewoon organisatorisch mm. goed zijn. Die de dingen gewoon goed kunnen organiseren. Ja. Ah, en daarbij hebben wij, denk ik, een van de grootste uitzetprojecten gedaan. Wel onder de radar. Uh, want er is nooit veel rugbaarheid aangegeven van de afgelopen jaren. Dus in de toekomst gaan wij uh, vanuit het zuiden hier rijden we niet meer naar Frankrijk. Blijf Blijf allemaal naar Groningen. Al, alsjeblieft allemaal naar Frankrijk toe. <laughs> ja, dan heb je um, ja, dan het want, ja, goed Je bent open gegaan, ja. betaalwater. Ja. Hoe is dat, het eerste jaar uh, dat je echt een volledig eigen water hebt... waar je natuurlijk uh, zelf aan het roer staat? Ja, zoeken. Kijk, uh, ik, had, ik, ik wist natuurlijk wel dat beleving dat dat sleutel was. Ja. Um, 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 ik wou graag een water waar je zo min mogelijk regels had. Um, ik heb altijd een beetje een broertje dood aan zo'n dik reglement. Uh, zeker ja. uh, als het niet beargumenteerd is. Uh, Zomaar een reglement kopiëren, dat kan iedereen. Alleen ik wil ook dat het de reden heeft. En mm. in principe is de reden altijd geweest. Hè? Beschermen van de vis en beschermen van de omgeving. Ja. En zorgen dat je het leuk houdt met elkaar. Nou, dat is altijd een beetje zoeken. Hè? Wat, mm -hmm. uh, wat werkt. Uh, ik heb bijvoorbeeld altijd gewerkt met een lotingssysteem. Bij mij op het water. Dat is dus omgeving. je boekt niet een sterk, maar je boekt gewoon een, een visplek. Maar ja, je boekt blijkt. een plaats die week. En er zijn vier plaatsen beschikbaar, maar welke, welke plek daarbij hoort, ja, dat, uh, dat is bij de loting. Dat heeft meerdere redenen. Om, uh, om hem aan te jagen, zeg maar, in de eerste jaren heb ik best wel wat uh, jongens uh, te vissen gehad. die uh, filmpjes maakten, stukjes schreven en dat soort dingen. om voor de marketing, zeg maar, gewoon een soort mm -hmm. bekendheid uh, te realiseren. Maar heel veel van die jongens die kwamen ook gewoon gedurende het seizoen. Ja. En uh, waar ik zelf een broertje dood aan heb, Rainbow is daar zo'n echt perfect voorbeeld van, is dat je altijd dezelfde mensen op dezelfde stekken, dezelfde jaargetijden dezelfde vissen ziet vangen. Met andere woorden, als jij het gevoel hebt als gewoon normale vissen die al die contacten niet hebben, van daar kom ik nooit tussen of op zo'n goede plek kom mm. ik nooit. Ja, van oh, ja. de topstek is de komende drie, als er al een topstek is, maar die is de komende drie jaar volgeboekt, dus laat maar. had ik een echt een fucking hekel aan. Dat soort, dat soort dingen daar hou ik dus absoluut niet van. Het is gelijke monniken, gelijke kappen, iedereen is gewoon hetzelfde. En um, dat is dan een van de dingen, die heb ik direct mm -hmm. op die manier doorgevoerd met water Wie je ook bent, je loopt mee. Er is één uitzondering op die regel, dat is als je het hele water boekt. <laughs> Kijk, ben, ja, ja, dan kun je het zelf organiseren. Je, je, je kan alle loodjes trekken. Ja, en dat is ook altijd wat ik zei. Van, hè, als mensen dan zeggen, ja, ik wil graag daar zitten, ik wil daar zitten. Ja, ik kan op een manier moet het hele water boeken. Je moet je het hele water en dan vul je de andere stekken met op het moment dat ieder gewoon individueel een, uh, een plaats heeft geboekt is iedereen gelijk, dus wordt er gewoon gelood. Nou, dus dat, je komt aan op een zaterdag, op een vrijdag, vrijdag of zaterdag, ja, vrijdag dan. Ja, op een vrijdag en uh, nou, dat is dan uh, om twaalf uur is dat verzamelen en we gezegd hebben met mensen al even een bakje koffie en daar begint het. Dan heb je dus het eerste sociale samenkomen heb je al. Je kent elkaar vaak niet en je geeft elkaar daarvoor het eerst even een hand, je stelt even voor. Een uh, bakje die, koffie, je, bakje je, koffie, je hebt een grote tafel daar op het terras. En dan zit iedereen er even bij. En dan heb ik ook nog geen haast. Ik heb geen haast om een reglement uit te leggen. Ik heb geen haast om. jongens, nu naar de stekken. Nee, mm. gewoon even rustig kop koffie, maar nog een kop koffie. Dat is namelijk dat eerste moment dat breekt even het ijs. Het is je hebt elkaar allemaal een keer aangekeken, je bent toch geen complete vreemde meer van elkaar gedurende de rest van de week. Mm -hmm. En dat zorgt dat de drempel lager is voor wat sociaal contact. Het is niet dat je continu bij elkaar bestekken moet komen. Mm -hmm. Daar gaat het niet om. Alleen als je bijvoorbeeld bij het clubhuisje bent om even naar de wc te gaan of te douchen of even wat uit de koelkast te pakken of iets niet geest, dat je toch even gezellig even met elkaar eventjes een bakje koffie ja. kunt drinken, dat is dan een koffiemachine, om uh, en dat soort dingen. Het sociale draagt namelijk bij aan de vakantie, mm -hmm. maar voorkomt ook strubbeling onderling. Ja. Dus uh, de stekken op Cabalantes zijn bijvoorbeeld zo ingericht dat je het naar elkaar toe vist. Ja, het is een vierkant, grofweg vierkant water. Ja. En de stekken die zijn allemaal in een hoek geplaatst, Klopt, hè? Dus je vist naar elkaar toe. Elke visser die heeft, zeg maar, een stuk oever. Ja. Een stukje uh, ondiep en dan nou ja, naar het midden uitwaaien naar diep. En als je naar en je hebt dan in het midden heb je dan uh, zeg maar zo'n grens van uh, tot hier en niet verder. Uh, mm. Maar mocht er een keer wat zijn en je kent elkaar al een beetje. Je hebt al een keer aangekeken. Dan wordt er niet zo snel meer geschreeuwd en gevloekt. Nee, dan wordt er even omgelopen. Hé hey, uh, vriend, uh, wat ben je nou aan het doen? Misschien dat je het niet goed zag, maar je voerboot ging echt voorbij de halve ja. maken. Is bijna nooit voorgekomen hoor. Maar het is gewoon om een situatie ja. te schetsen. Uh, of iemand is een vis aan het drillen met een boot. En die drijft af in iemand anders stuk water, ja kan gebeuren. Ja. Op het moment dat je elkaar een keer aangekeken hebt en er is al wat sociaal contact geweest, krijg je geen gevloek, gescheld en getier, dan wordt er gewoon normaal even gepraat en is er dus misschien even een klein momentje ergernis geweest, maar dat is daarna weg. Ja. Die ergernis die wil je niet. Dus uh, om een goede vakantie te hebben, mag er geen ergernis zijn of zo min mogelijk. Nou, en. Al dat soort dingen dat heb ik dus allemaal gedaan met een reden. Je komt dus naar elkaar. Hè, je hebt eventjes dat sociale moment gehad. Mm -hmm. En je ziet ook dat gedurende de jaren... best wel wat vriendschappen op het water zijn ontstaan. En ook, dus mensen gaan solo of als koppel zijn... dan boeken, boeken ze een plek. Welke plek het is, dan moet nog maar blijken. Ja. En die leren de andere vissers kennen. Ja, de andere vissers kennen het jaar erop. Boeken ze samen met hun. Er komen nog weer anderen mee. Op een gegeven moment uh, uh, mondt zich dat uit. In, oh, die boeken twee keer in het jaar met een hele groep... en exclusieve week. En dat zijn dan allemaal jongens die komen... Uit België en uit Lelystad en verzinnen, allemaal maar. En mm -hmm. Die hebben elkaar daar leren kennen mm -hmm. en vissen met elkaar daar. En ook inmiddels ook andere wateren. Mm -hmm. Dus uh, dat vind ik een heel belangrijk stuk van de, van de hobby, mm -hmm. het sociale. Ja. En ik denk dat uh, als jij daar als uitbater van zo'n water een beetje aandacht aan geeft. Ja, dan dat verrijkt de visstrip. En mm -hmm. dan uh, dat klinkt heel raar, maar dan worden de vangsten in een keer een stuk ondergeschikter. Natuurlijk nee. is het belangrijk, dat uh, willen ze een visje vangen, ja, maar ze kunnen alsnog een hele goede week gehad hebben. Ondanks dat ze niks gevangen hebben. Ja. En als het dan wel lukt om echt mooie vis te vangen, dan is het natuurlijk helemaal de, worden de puntjes op de i gezet. Juist. Ja. Maar goed, dat stukje is natuurlijk als, als uitbaten van zijn water wel belangrijk. Want ook al vangt men niks, als ze een goede week gehad hebben, is de kans dat ze weer komen relatief groot. Mm -hmm. En zonder ja, repeat business, repeat customers. Ja, kun je niks. Je kunt niet elk jaar maar weer opnieuw uh, nieuwe klanten, nieuwe 250 vissers aantrekken om op je vissen. Op een gegeven moment is die pot op je leeg. Ja. Dus uh, en dan komt erbij dat sociale stukje. Ja, dat is voor mij als uh, als uitbater als je daar alle dagen loopt, is ook belangrijk. Ja, Maakt ja, je, maak je werk een stuk leuker. Ja. <laughs> ja. ja en dan uh, ja, de eerste jaren. Vlieg voorbij. Het bestand begint zich te ontwikkelen. Ja. Zorg er dat nog voor bepaalde uitdagingen, wel of ja, niet? Ja, zeker. Kijk, je, hebt, je krijgt met van alles te maken. Je krijgt op een gegeven moment een kinderziekte in. Je krijgt dat water omslaten. In één keer werd water gifgroen. En, en, en ja, dat zijn allemaal, allemaal dingen die had ik in Frankrijk eigenlijk nooit meegemaakt. Je. Je, je, elk mm -hmm. jaar leer je weer dingen. En, 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 en op een gegeven moment nou, een airlift ingebracht om hè, waterkwaliteit... Uh, oh, dus over... Een airlift, wat is dat? Ja, dat is een, um, een, als het ware een circulatiepomp. En uh, dat wordt gedaan uh, met een verticale buis met behulp van luchtbelletjes van de uitnaam airlift. Mm -hmm. Dus uh, die luchtbelletjes die worden onder, uh, uh, vanaf de bodem zeg maar, omhoog gelaten, worden opgevangen in een verticale buis en uh, doordat die, uh, die luchtbelletjes stijgen, uh, uh, wordt er als het ware een vacuüm getrokken mm -hmm. in die buis en trekt dat water mee van de onderlagen naar de bovenlagen. En daardoor krijg je een goede circulatie. Dus jij mm -hmm. maakt een, een water dat, ondanks dat er een, een diepe zand in plaats is, dat het water gewoon non-stop... Nee, niet non-stop hoor. Mm -hmm. Alleen ik kan dus zelf sturen wanneer ik wil circuleren door de pomp of door okay, het airlift yeah. aan en uit te zetten. Kijk, uh, ik heb, dat is ook een, een trial and error geweest. Ik heb er wel ontdekt dat um, mijn airlift veel te groot is. <laughs> um, en dat heeft, toen ik daarmee begon, zeg maar, ik had het afgekeken van de kooiwereld, van, van, kooi van de kooivijvers. Uh, die werken veel met airlifts. Um, ja, er kon niemand mij echt vertellen van hoe groot die moest zijn. En ja, de meeste capaciteit, kooivijvers zijn iets kleiner. Een, ja, ietsjes. Kijk, mijn, uh, mijn die heeft 540.000 kub water. Een kooivijver, een grote kooivijver heeft 50 of 60 kuub. Een keer 100, weet je. Dan, ja. dan heb je het wel gehad. Dus uh, nee, als het dan uh, om, air, om, om flow rates ging en zo. Dus hoeveel water er door zo'n buis zou gaan. En ook met die dieptes. Hè, want de, bij mij werd het lucht geïnjecteerd op uh, bijna 12 meter. En uh, in een kooivijver wordt het geïnjecteerd op 2 meter. En... Mm -hmm. um, nou ja, zonder een heel technisch verhaal wat te maken, hoe dieper je inspuit, ja, hoe meer opbrengst je krijgt. Kost ook meer energie. Maar, mm -hmm. uh, dus ja, uiteindelijk, ik heb hem iets te groot gemaakt. Waardoor, um, ja, ik zeg maar in de zomer, als je hem twee uurtjes laat draaien per dag, is zat. Mm -hmm. <laughs> in plaats van 24 uur. Ja, en wat dag. doet het dan met de waterkwaliteit? Nou, en uiteindelijk dus ook de vis. Wat jij uh, met zandafgravingen hebt in, uh, in Nederland. En dat is eigenlijk wel een beetje een, uh, een nieuwer fenomeen, om even zo te zeggen. Kijk, zandafgravingen zijn vaak niet zo oud. De meeste zandafgravingen zijn mm -hmm. 30, 40, 50, 60 jaar oud. Dat heeft ja. ook gewoon te maken met de techniek uh, die ontwikkeld is om het af te zuigen. En um, in de afgelopen jaren, hè, 30, 40, 50 jaar, is natuurlijk allerlei organisch afval in zo'n put terechtgekomen. En dan moet je mm -hmm. denken aan blad, afstervend wier, vis, geit, doi, vis, we zien dat allemaal maar. Het, het komt allemaal uiteindelijk op de bodem terecht. Ja. En, um, in de diepe, en uiteindelijk vaak in de diepe stukken van het water. En je moet dus dat diepe deel van zo'n put, van zo'n zandwinningsput, moet je een beetje zien als het afvoerputje. Het probleem is alleen vaak dat bij die um, uh, zandwindputten die niet 30, 40 hectare groot zijn, maar zoals die van mij bijvoorbeeld he, 8 hectare of nog kleiner, um, daar is geen goede natuurlijke circulatie. Kijk, normaal gesproken zorgt de wind voor natuurlijke circulatie. Ja. Ja, dat gebeurt dus niet uh, bij zo'n put. En dan zeker ook nog een keer bij Cablantes, waar allemaal bomen omheen staan van 20 meter hoog. Mm -hmm. Ja, dan heeft de wind al helemaal weinig invloed. Dan dus zijn eigenlijk alle bomen moeten wegkappen om al in die, een en, voordeel eruit ja, te halen. Ja, en dan heb je alsnog heel beperkt. Het is echt heel beperkt. Dus, uh, nee, dus, dus dan kan het dus mechanisch uh, mengen. Maar waarom is dat dan belangrijk? De opper, uh, oppervlakte van het water, die warmt op zodra je zeg maar, uh -huh. voorjaar, zomer hebt, dan uh, die zon die, nou, die rijkt dan zeg maar 4, 5, 6 meter diep. Op een gegeven moment dan is het echt wel klaar. Uh -huh. Maar vaak de eerste 2, 3 meter die wordt het hardst opgewarmd. En de rest wordt opgewarmd zeg maar door, uh, ja, door lichte vermenging bovenin. Uh -huh. Maar dan ga je dus op een gegeven moment ga je dus een spronglaag krijgen, een thematische ja. laag. En dus dan is de bovenkant van het water... Is, uh, zes, uh, het is de eerste zes meter is bijvoorbeeld 20 graden. Ja. En alles wat daaronder zit, is gewoon maar 8 graden. Nou, wat is het probleem daarmee? Je hebt geen actieve uitwisseling meer van de bovenlaag en de onderlaag. Ja, ja het scheidt zich echt. Hè? Ja, het scheidt zich echt. En dat is echt binnen twee meter... kan er soms wel 10, 12 graden waterverschil zijn. Of temperatuur zijn. Dus um, onderin... Zit in beginperiode dat dat gebeurt, zit nog wel zuurstof. Maar er zitten een heleboel organismen in dat water, zoals bijvoorbeeld bacteriën, um, die zuurstof consumeren. Mm -hmm. En op een gegeven moment, omdat er geen uitwisseling is tussen de bovenlaag en de onderlaag, is op een gegeven moment onderin het zuurstof op. Is het gewoon? Het doodwater. Doodwater. Dood, stilstaand water. <laughs> nou, en dan heb je dus onderin heb je dat organisch afval liggen, het blad, doodwier, etc. Normaal gesproken wordt het organisch afval wordt afgebroken door bacteriën. Hm. Maar die bacteriën zijn zuurstofbehoevend. Dat zijn aerobe bacteriën. En op het moment dat jij het zuurstof weghaalt. werken die bacteriën niet meer. Dus het afbreken van eigenlijk al die troepen op de bodem. gebeurt ook niet meer. Nee. En wat krijg je dan als je het zuurstof weghaalt? Dan krijg je rotting. En als je dus rotting krijgt. Ja, dan krijg je, wat je herken je misschien wel, soms ga je met, met je lazen even tussen de rieten en dan krijg je zo'n zo zwavelzuurlucht, ja. zo'n rotte eierenlucht. Dat is rotting. Nou, dat is niet bepaald echt goed voor je waterkwaliteit. En um, het is zelfs zo dat een heleboel van uh, dat soort giftige stoffen, wat door het rottingsproces veroorzaakt wordt, die beginnen zich op te hopen onder die spronglaag. En, um, dan op een gegeven moment, als jij dus in het najaar hebt dat de watertemperatuur weer begint te zakken, dus dat je oppervlaktetemperatuur weer naar beneden gaat, dan krijg je op een gegeven moment dat uh, het verschil tussen de boven- en de onderlaag qua temperatuur bijna een huur is, krijg je dus in één keer een menging. Ja. En dat noemen ze de najaarskering. Dat kan zo acuut zijn... dat je als ware in één keer een wisseling krijgt... dat de onderlaag naar boven gaat... en de bovenlaag naar onder. Dan doet hij in één keer dit. Hup, hij keert dat weer. is echt letterlijk een kering. Een kering. Nou, dan is je vis kapot. Er zijn verschillende zandafgravingen in Nederland... die daar echt heel veel mee te maken hebben. En, um, en dat gaat in de toekomst alleen nog meer worden. Dat komt omdat... Uh, de hoeveelheid organisch afval. wat in, mm -hmm. zeg maar in, die, in de diepe stukken ligt. van. Uh, ja, dat van die bouwt, putten, en bouwt, die bouwt op. op en bouwt op. Dus en aangezien het niet voldoende afgebroken wordt. omdat er gewoon niet voldoende zuurstof daar beneden is. Mm -hmm. gaat het, wordt het alleen maar meer. En op een gegeven moment. Ja, explodeert het. dan is het gewoon klaar. En dan gaat je wis kapot. Nou, en dat wil je dus. ten alle tijden wil je dat voorkomen. Ja, en nou, helemaal als je natuurlijk als. Uh, ja als ondernemer, je brood moet verdienen met die vis en dat water. Ja, dat is namelijk het enige en het grootste risico... wat je hebt als, um, ja, als holiday venue uh, uitbaten. <laughs> um, die, oh. uh, die, dat is je vis. Kijk, het is natuurlijk, uh, een levende haven is heel dynamisch. Hè? Ik bedoel, je win some, you lose some, dat hou je altijd. Yeah. Dus je zorgt dat je elk jaar wat vis uitzet... Uh, want je verliest er ook elk jaar wel een paar. Ja. En, um, dat, maar goed, je, je moet wel proberen om ervoor te zorgen dat je ze niet allemaal in één keer verliest. Mm. En uh, nou ja, dat is een van de dingetjes. Zo'n airlift, uh, dat kan daarmee helpen. Uh, maar het is wel meten, is weten. Zomaar blind elke keer dat ding aanzetten, dat is het niet. Je moet er gewoon zuurstof meten, de menging meten, dat mm. soort dingen. Je kunt temperatuur kun je heel mooi meten tegenwoordig. Je hebt van die apparaatjes van... Uh, van uh, Fishhawk, die kun je door het water heen laten zakken. En dan pakt hij van elke meter diepte, ja. pakt hij die de temperatuur en zo. Daarmee kun je spronglaag bepalen. Je hebt hele goede zuurstofmeters met probes die aan 10, 15 meter lange kabels zitten. Dan mm -hmm. kun je van elke meter kun je de zuurstof pakken. Um, dus, uh, en op basis daarvan. Uh, zet je het apparaat wel of niet aan. Het is niet blind te aanzetten. Ja, eigenlijk de momenten dat jij denkt... nu heb ik een, uh, ja, noem maar even, diepgaande wind nodig... om de boel even goed te mengen... om te voorkomen dat die extreme scheidingen gaat krijgen. Ja. Dan kan je hem dus uh, ja, matig aanzetten. Ja, maar er zijn, ik heb inmiddels ook nog wat andere um, ja. dingen uitgevonden... in de afgelopen jaren. En je kunt ook allerlei producten in het water gooien... die ervoor zorgen dat er zuurstof in de bodem gebracht wordt... En de afbraak van organisch afval bevorderd wordt. Mm -hmm. Weet je, er zijn een heleboel wegen naar Rome. Menging is een, is een onderdeel. Maar je kunt ook afbraak stimuleren door bijvoorbeeld kalk, en, en oxide en calciumoxide en van alles en wat. Je hebt een heleboel producten mm -hmm. uh, wat je toe kunt voegen, waarmee je dus zeg maar, de waterkwaliteit kunt um, stimuleren. Om ja. te ja. En zijn er nog zaken die je daarbuiten nog doet om uh, ja, zo gaan kijken naar het water, om te zorgen dat het een bepaald niveau komt? Toen ik er zelf was, zag je de, ja, de bekende zakken pellets bijvoorbeeld staan. Ja. ja, dat is ook een dingetje. Het voeren. Kijk, nou, dan kon een stukje achtergrond weer met die bolies er weer terecht. Uh, op een gegeven moment uh, was ik dus inderdaad op zoek naar, naar voer voor die vissen. Ja, maar wat is de reden? Want er wordt eigenlijk het hele jaar door, of praktisch het hele jaar door wordt er gevist. Er gaat veel voer in met de vissers. Dus wat is een reden waarom er nog meer voer in zou moeten Oh, zijn? nou ja, goed. Kijk, toen ik, toen ik hem zelf runde, kijk, embryo die heeft hem natuurlijk nu in handen. Mm -hmm. uh, maar ik was maar uh, 30 weken per jaar open. Soms keer 32. Ja. Wat dus ook inhield dat ik 20 weken dicht was. En... en dan uh, waren de wintermaanden ja, in feite. Ja. Maar goed, als je als je beest hebt, moet je er wel voor zorgen. En uh, dus er moet gewoon eten Ja. En... De meeste pellets die uh, pellets is bij uitstek het beste voer voor een kaper. Mm -hmm. um, zowel kosttechnisch um, als uh, qua samenstelling. Het is even wat makkelijker als het uh, productieproces, bolies. Mm -hmm. um, alleen de meeste pellets die er op de markt zijn, die worden, zijn eigenlijk allemaal toegespitst op um, de groei van kleine karpen. Ja. Yeah. Dat is ook logisch, want kwekerijen die hebben vaak kleine karpers, geen grote. En de grootste markt is niet de hengelspotmarkt De grootste markt is toch echt nog steeds wel de consumptiemarkt. Mm -hmm. Dus, um, en dan moet je het op een gegeven moment voor gaan stellen, dan ga je dus uh, voer kopen, pellets kopen, um, dat jij, zeg maar, baby, babyvoeding voor jezelf koopt. Mm -hmm. Ja. Een grote karper heeft nou eenmaal best wel een andere uh, behoefte dan een kleine karper mm -hmm. qua voedingsstoffen. Um, ja. Heeft uh, best wel wat meer energie nodig, hè? meer vetten. Mm -hmm. um, dus ja, uh, heeft een iets andere samenstelling nodig. Um, we zijn de afgelopen jaren zijn we steeds meer weggegaan van de vismelen, omdat die te duur werden enzovoort. Ja, nou ja, goed, dat is hartstikke mooi, maar dat maakt mij niet zoveel uit wat het kost. Want het gaat om maar vissen. Uh, ja, maar meneer, we hebben gewoon geen vismeel pellets meer. Ja, maar het ruikt toch naar vis? Ja, maar we hebben er een beetje visolie overheen gedaan, met nog veel meer palm- en koolzaadolie. Um, en um, ja, dus op een gegeven moment begin je erachter te komen uh, van wat er dus in de handel verkrijgbaar is. Mm. Um, nou, en in de hengelsportmarkt dat zijn helemaal floor sweepings. Dat is echt uh, de pellets, wat in de Hengelspotmarkt uh, te kopen is, dat is echt attractie vaak. Uh, ja, maar... Dat is het belangrijkste. Het moet ja, aantrekkelijk zijn voor de vis en niet per se. Eh, het moet het snoepje zijn, maar niet een volwaardige maaltijd. Dat. Nou, en als, um, als eigenaar van die vis en zandwater wil je dus een volledige maaltijd. Ja. Je wil dus gewoon dat die vis maximaal kan, kan uh, profiteren. Uh, dus nou, het was er dus op een gegeven moment niet. Dan zou ik mezelf gaan ontwikkelen. Uh, ja. En zo kwam, uh, kwam toen eens tijd Car Profit uh, ten um, Om zelf boilies te laten maken. Ja, dan kun je, kun, je, kun je zeg maar 200, 300 kilo keer een testbadge laten maken. Dat werkte met pellets iets anders. Ja, dat gaat iets groter hoeveelheden. Ja. Want als het natuurlijk zo'n fabriek normaal pellets maakt voor een markt die pellets maakt voor consumptie. Ja. Dat zijn natuurlijk andere hoeveelheden. Ja, dat begint bij 20 ton. Dus, uh, nou, gelukkig uh, wel, wel wat hulp gehad met de, met de formulering en, en dat soort dingen allemaal meer uh, ja. van wat kundige mensen. En uh, nou, dan maar door de, door de zuurappen heen bijten en dan maar gewoon 20 ton bestellen. Nou, allemaal in uh, Kaaplands nee Nee, nee, <laughs> nee. Toch financieel kon ik dat niet helemaal behapstukken, dus oh, ik wow. heb... Um, ik heb toen destijds maar gewoon wat verkocht. Um, samen met, uh, met, uh, met een, een jongen uit Amsterdam, Mark Breedveld. Die doet ook uh, veel met die, met die visziektes en dat soort dingen allemaal meer. Uh, ja. Zeg maar een beetje een karperdokter. Um, mag je niet helemaal zo noemen, maar goed. Uh, die, uh, die heeft me daar ook wat mee geholpen. En, uh, dus toen zijn er ook, inmiddels waren er al wat meer betaalwater, dus er is wat wat, wat naar kopere plas gegaan en wat naar carp 20. en dat waren allemaal relaties van mij waar ik allemaal vis geleverd had zeg maar mm. die, die namen ook uh, uh, wat pellets af en eigenlijk was ik op dat moment alleen maar bezig met carpantes en voer voor carpantes um, dat creëerde ja, en het overschot werd eigenlijk verkocht. ja het, het, het overschot werd verkocht maar ik had voor twee jaar voldoende zo zo zag ik ja het. Mm, die, dat ging heel goed, dat voer. Die vissen die groeiden als een jekko op Kablantes. Dat was echt dag en nacht verschil. Dat jaar, dat eerste jaar dat die pellets erin gingen, oh, die vissen die vlogen vooruit. Dat was echt, dat was twee, drie, sommige vier kilo erbij. Echt, en, en waar, waar het eerder, ja, waren we mooie vissen. Waar het nu, denk gewoon echt, gewoon echt volle vissen. Ja. Niet, niet obese vol. Weet je, geen, geen obese ja. tas, maar gewoon in één keer. En, en de huid was een van hoge kwaliteit, veel glans. Er zat veel dikker in, 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 uh, in slijm. En, en ja, je kon gewoon echt zien. Maar dat was niet alleen bij mij op de put zo. Dat was op die andere wateren was mm -hmm. dat ook zo. Ja, en toen kwam een keer van: ja, maar we willen nog weer wat bestellen. weer uh, 20 ton aan. Uh... Ja, nou, toen zei ik tegen Mark... nou uh, zullen we dat samen doen dan? Jij op de verkoop en dan, uh, en dan regel ik uh, de, de, de rest allemaal wel met, uh, met die fabriek enzovoort. Ja, voordat we het wisten deden we 100 ton per jaar. Dat ging in één keer ook als, 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 als een gek. Uh, we hebben toen nog tijds nog, uh, niet voor mij is dat vismeel dan. Um, dan. Hebben we nog een, uh, een vismeelvrije variant. Hebben we nog ontwikkeld mm -hmm. met, uh, met Black Soldier Fly larven, hè, van die maden. Ja. En, uh, en die uh, worden afgenomen door sportvisser in Nederland en weer onderverdeeld of gesubsidieerd eigenlijk richting um, richting weer verkocht. Ja, en die heeft wel ook bijvoeren. Ja, wel, die, die ook bijvoeren. Want bijvoeren is echt wel een dingetje. Dat we, dat, uh, vis, je kunt vissen veel beter de winter door krijgen. En waarom is dat zo belangrijk? Het voorjaar is eigenlijk altijd wanneer de prijzen verdeeld worden. De sterke vissen die komen het voorjaar door, maar de vissen die op een beetje zwak de winter in zijn gegaan, ja, die moeten ook heel zwak het voorjaar door. Anders. Mm -hmm. En ja, voorjaar, wanneer de watertemperatuur zeg maar, tussen de 10 en de 15 graden zit, ja, dat is echt een heel gevaarlijk punt voor de karper. Wat maakt het zo gevaarlijk, die, die fase eigenlijk als we dan in zitten? Het heeft te maken met hoe een karper uh, zijn voeding op kan nemen. Een karper heeft geen maag. Een karper heeft een maag-damkanaal. En um, die, dat, dat verteringssysteem eigenlijk, die functioneert eigenlijk pas echt goed vanaf 15 graden, 15, ja, dus... 16 graden. Um, maar met dus de opname van voeding. Um, gaat ook zijn uh, weerstandsniveau uh, ja, omhoog. Mm -hmm. Dus zijn weerstand, zijn natuurlijke weerstand tegen ziektes en dat soort dingen meer, is gewoon relatief laag bij een temperatuur van 10, 11, 12, ja. 13 graden. Het probleem alleen is dat de parasieten, dus de eencellige parasieten, uh, de wormachtige, de luizen, die beginnen al vrij spontaan en enthousiast te delen. Hè, die delen op. En, uh, um, en dus te vermeerderen vanaf 10 graden. Dus jij hebt gewoon een voorsprong? Ja. Dus op het moment dat uh, een, een parasiet door heeft... Van, of, of dat een parasiet op een vis zit die zwak is... Mm -hmm. Dan gaat hij zich heel snel vermeerderen. Mm -hmm. Dat is hoe de natuur ontworpen is. Ja. En... Um, als jij zo'n vis gedurende de winter bijvoert, dan is hij ook nee van tien keer dus in het voorjaar niet zwak. Ja. En dus dat het naast groeien is het vooral ook ja uitval beperken. Uitval beperken. Ja. Zorg gewoon. Je hebt beesten, daar moet je gewoon goed voor zorgen. Je moet gewoon ervoor zorgen. En dan kun je wel zeggen. Ja. Maar dat gebeurt in de natuur toch ook niet. Weet ja. je, in, in het open water. Ja, maar het is niet de natuur. Het is niet het open water. Het is uiteindelijk iets waar is, je zelf gecreëerd het, hebt. Een, een een holiday venue is natuurlijk een extreem kunstmatig aangelegd gebeuren. Ja. Ik bedoel, het is misschien wel niet overstokt, ja of heel erg overstokt. Ik bedoel, ik weet zeker dat de karper op Kaablanders, als al de nooit meer een in gaan en nooit meer gevis worden, die gaan niet kapot van de honger. Ja, uh -huh. ze blijven ook niet meer zo dik. Maar um, uh, die overleven prima. Alleen de situatie die wij gecreëerd hebben met elkaar, ja, is niet. Natuurlijk, of met elkaar. Ik ja, als, maar dan kan je als... misschien ook nog zeggen over uh, veel afgesloten water waar gewoon veel hengeldruk is en mensen met voorvoeren, dan wel tijdens het vissen. Ja, eigenlijk het, het voedselaanbod sterk vergroten. Ik denk zelfs dat in gewoon in de uh, natuur in Nederland, in de open wateren, dat er eigenlijk veel meer vis zwemt dan dat daar van nature normaal gesproken eigenlijk zal zwemmen. Bedoel, we hebben wel eens berekeningen gedaan met ecologen enzovoort. Ik geloof dat die uitgaan van een bezetting van ja was het nou drie, drie kilo per hectare of zo ja nee, ik kom me heel vroeg herinneren. ik geloof dat de OVB was of uh, ja, ik durf niet meer met, met zekerheid zeggen ja dan maar... hè kaarpen. ja kaper ja. dan hadden ze het over uh, viswateren 20, 25 per hectare of zoiets dat ja. soort dingen werden ja, ja dat was dan een richtlijn, ja als de max ja maar dat als viswater als hengelspotwater ja. want uh, het was de o OVB was organisatie ter verbetering van de binnenvisserij of zo ja. geloof ik dat ging dus hengelspot gericht maar als je dan gewoon puur kijkt, wa waar zou de natuur ja, in, in een klimaat zoals wij hebben? Hè? Mm. Ja, dan denk ik echt maar dat je gewoon een, als je een kaper per hectare hebt, dat dat al prima is voor de natuur. Dus ik denk ja. dat we al veel meer hebben dan de natuur normaal gesproken zou hebben. Ja. Ik bedoel, een kaperplant is zich niet goed voor in Nederland. Ja, ja. uitzonderingen daar gelaten tuurlijk, natuurlijk. Maar... Tuurlijk, 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 tuurlijk. Maar... Dus ja, we hebben, het, is, het is een relatief onnatuurlijke situatie, zo'n uh, zo betaalwater. En dat is ook prima. Ik bedoel, hij is ingericht voor de visserij. Daar is hij ja. voor gecreëerd. En uh, net zoals een heleboel clubwater en verenigingswater. Dus dat heb je nou helemaal uh, gedaan. Dus vind ik ook dat je als eigenaar er gewoon... Voor moet zorgen dat die beestjes gewoon in topconditie blijven. Ja. En dat is niet in, in ieder geval, spreek ik voor mezelf, niet alleen financieel belangrijk. Kijk, um, je, moet, je moet op een gegeven moment zo zien. Je hebt al die vissen zelf geselecteerd, uh, je bent er van het begin af aan bij geweest. Het worden eigenlijk gewoon een beetje je huisdieren. En um, je raakt er ook een beetje aan gehecht, soms ook een beetje te veel. En um, ja, dat is altijd lastig als dan ja. eentje dood gaat en zo, weet je wel. Dat uh, ja, dus ik klink, ik praat daar nou luchtig over. Maar ik heb echt wel periodes gehad. Dan vond ik het echt allemaal helemaal niet zo leuk. En dan vonden anderen vonden het allemaal fantastisch. En ze vingen allemaal goed. En, mm -hmm. en ik zag alleen maar wat ik verloren was. Ja. weet je wel. Dat het is allemaal niet zo heel makkelijk als dat het lijkt. Put je kopervis erin, vuren, klaar geld verdienen. Dat is uh, voor, voor mij niet. In ieder geval, ja. ik vond het niet zo makkelijk. Nee. Ja, zijn dat ook. Um... Dingen zijn die in je hoofd zijn gaan, gaan, gaan spelen. Waardoor je op een bepaald moment dacht van oké, okay, ik ben hier wel klaar mee, of had ik dit maar niet gedaan. Of denkt van ja, dat is nee. wel de juiste keuze geweest. Nou, weet je, als je, als je een beetje naar mijn, naar mijn verhaal geluisterd hebt, dan merk je eigenlijk wel dat na elke vijf tot tien jaar ik een verandering eigenlijk doorvoeren in mijn leven. Elke keer weer. Dat is een terugkeer. Werk, werk op het betaalwater. Ja, gewoon, ja, gewoon in, daar in Frankrijk zitten die kapenhandel, die die handel allemaal dat soort dingen. Dat, dat dat heeft bij mij een bepaalde huisbereidsdatum. En ik vind die plas vind ik nog steeds hartstikke leuk. Ik vind die vissers vind ik hartstikke leuk. Alleen ik ben ook wel wat toe aan een nieuwe uitdaging. Gewoon een keer weer wat anders. En, en dat heeft voor mij wel een, 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 ook nog wel een, een belangrijk ding. Toen ik ermee begon, had ik geen gezin. Niks. Mm -hmm. Weet je? Uh, ik had niet eens een vriendin. Ik, gewoon, ik was gewoon vrijgezel. En vo een volledige tijd daar uh, ingestoken. In en uh, te mijn huidige vrouw leren kennen. Nou, ik heb inmiddels een zoon van, uh, van zeven, Sam. En, uh, en dan ga je ook wel wat anders naar het leven kijken. Ik bedoel, je tijd mm -hmm. wordt kostbaar. Weet je? Ik bedoel, ja. uh, en en uh, ik wil ook niet te veel missen. Ze dus zijn maar één keer klein. En, ja. um, maar mijn karakter, um, hè, die, die ADD, die controlfreak, die, die, die um, ja, die wil dan eigenlijk ook zijn werk zo goed mogelijk doen. En mm -hmm. bij zo'n visplas houdt dat in dat je daar gewoon op een gegeven moment vijf, zes dagen in de week gewoon de hele dagen bent. Ja, ja de dagen dat je daar bent, ben je niet thuis. En toen ik nog heel klein was, had ik ook wel meeslepen naar het water. Maar. Voor hem is het doelloos rondhangen daar. En, ja, ja. Uh, dus hij was daar vrij snel klaar mee. Hij vond vis vindt hij te gek. Alleen daar kon het nu zijn. Dus op een gegeven moment moet je nou keuzes gaan maken. Nou, mijn vader die ging uh, voor in, in, uh, bijna een jaar geleden nu, 15 maart, uh, ging dood. En uh, mijn vader is wel een heel belangrijke factor geweest ook in het water. Uh, in het uh, helpen opstarten van Kaplan. Dus die was er ook elke vrijdag. Als hij in Nederland was, was hij elke vrijdag bij de wissel daar. Vond hij het gek. En gewoon gezellig, ook sociaal, weet je wel. mooi mooi met te delen. Ja, het was echt het was een beetje een familiebedrijf, leek het wel een beetje op. Zeker toen ik Sam nog kleiner was, dan was mijn vrouw ook vaak nog daar. Dus dan waren we daar gewoon hè, met z'n allen. Mijn vader, mijn vrouw, Sam en ik waren dan op de vrijdag met de wissel, waren we daar. Mm -hmm. En nou, geef je met mijn vrouw, die kreeg ander werk. Sam die ging naar school mm -hmm. en uh, die kon dan niet meer mee. En mijn vader, die, uh, nou, die ging dus de pijp uit. En, en toen zat ik daar in één keer alleen op vrijdagochtend. Hmm. vrouw oh, thuis, zoon thuis ja, zoon op school, vrouw aan het werk vader in de kerst, nou ja, gecumeerd dan dus ja er miste gewoon op een gegeven moment ook wel wat mm -hmm. weet je, en uh, ook wel gesprekken met mijn vader gehad voordat dat ik dood ging en ook de dingen wat hij dan zeg maar lieve andere keuzes had gemaakt vroeger en die drukte me toch ook wel op het hart van Kroos Sem is maar één keer klein weet je die, die, die momenten komen nooit terug als jij daar nu aan voorbij gaat, ja, dan krijg je de rest van je, le van je leven spijt van. Mm -hmm. En nou ja, goed. Toen. Nou, bij toeval, toeval bestaat niet. Hè. Toen bood zich dus de kans aan met embryo. Hè. Mm -hmm. dat, dat kwam toen een keer ter sprake. En waar ik daar vroeger nooit een tweede keer over nagedacht zou hebben. Um, überhaupt de mogelijkheid of uh, het idee om, om het dan zeg maar van de hand te doen, dan wat te huur hoe je het wil noemen. Um, stond ik dan nou dus in één keer wel voor open. Niet dat ik zo in één keer benaderd werd, of We kunnen mm -hmm. weer de put huren, helemaal ja. niet. Het is veel organischer als dat gegaan. Alleen, um, ja, daar stond ik toen in één keer wel voor open. En um, ja, het is misschien... Voor heel veel mensen was dat misschien gek, omdat... Ja, je hebt eigenlijk het water als, als zijnde je kind zien opgroeien. Je hebt ja. er echt daadwerkelijk met, uh, met de schoppen in de grond stekken aangelegd. Ja. Ja, voor heel veel mensen was het gek. Ik, ik weet niet. Voor mij voelt het eigenlijk. Het voelt eigenlijk wel gewoon. Ja, zoals het moest zijn. Eigenlijk het verloop. Het is niet voorbij. Hè? Het is nog steeds voor mij. Ik bedoel, mm -hmm. ik verhuren. Maar ik, ik kom er nog regelmatig een keertje. Uh, ik volg het uiteraard ook. Alleen. Echt? Ik denk wel dat een organisatie zoals Embryo. Uh, het nog wel beter kan maken. Uh, meer mensen. Meer, heel veel know-how. Uh, mm -hmm. Alles bij elkaar. Uh, ja, denk ik dat zij wel een. Uh, ja, een hele goede toekomst aan het water gaan, uh, gaan geven. En, uh, en het nogal verder kunnen brengen. dan dat het al was eigenlijk. Ja. En stel dat een, uh, een, een partij zoals Embryo. niet. eigenlijk ja, op bewijs van op de deur had geklopt. wat zou anders een, een mogelijkheid zijn geweest. dat dan met het water zou zijn gebeurd? Nou, ja, ik heb hem verkocht. Ja, wat ik in mijn kop heb zitten. heb ik niet in mijn kont. Dus op het moment dat ik gewoon een beslissing heb genomen ergens in van we ja. gaan nu naar links of naar rechts whatever dan ben ik daar bewust en onbewust eigenlijk continu mee bezig en ja. dan was ik dus op zoek gegaan dan had ik gewoon rondgekeken totdat ik een partij had gevonden dat had ik gedaan ja en hoe voelt het uh, nou voor jou want uh, ja een andere partij gaat jouw kind, kindje beheren jouw droomwater waar je zelf gecreëerd hebt ja onwennig <laughs> ja, het is wel iets onwennig, maar ja, weet je, er zijn een heleboel wegen die naar Rome leiden. Kijk, ze hebben structureel hebben ze eigenlijk niks veranderd. Het wordt nog steeds op dezelfde manier gerund als dat ik het runde. Mm -hmm. uh, maar goed, dat zij in de toekomst eventueel, ik weet zo niet weten wat hoor, maar dingen anders gaan doen, ja, of veranderingen aangepast, ja, logisch, weet je, mm -hmm. ieder doet. Uh, dingen op zijn eigen manier. En er zijn een heleboel wegen naar Rome. Ja. En uh, kijk, ik deed dingen op mijn manier... omdat ik dacht dat dat het beste was. Maar dat wil niet zeggen dat dat het beste was. Andere manieren kunnen nog wel beter zijn. Dus ja, ik ben, ik ben wel heel nieuwsgierig... waar het heen gaat. Weet je? Ik bedoel, uh, als ik kijk... Uh, misschien is dat geen embryo-water... maar als ik bijvoorbeeld kijk naar gigantica bijvoorbeeld... Danny. Ja, ik ja, bedoel... daar kun je ook wel zien dat daar heel veel tijd... passie en ook geld in gegaan is... om het nog veel beter te maken dan wat Domain Christophe was toen, uh, toen mm -hmm. hij het kocht. Ja, waarom zou dat niet kunnen met, uh, met een kapplantus? Een, een um, ik, ik zie het nou ge gebeuren in België bij Carparena. Uh, dat was helemaal overwoekerd. en daar zijn ze nu ook een paradijs van te maken, weet je wel. Ja. Er zit een, heel, een heleboel bezieling achter een heleboel ook wel visie, weet je en, en daar ontbreekt het vaak wel aan, aan visie. En dat zie ik bij embryo, dat dat absoluut niet aan ontbreekt. Het ontbreekt niet aan visie. En wat maakt het, uh, het water voor jou bijzonder? Of nee, ik stel, ik stel de vraag anders. Als je gaat kijken, je hebt al die jaren Kaplands gerund. Voor jou is het natuurlijk heel bijzonder. Het is iets wat uh, nou, je droomwater jezelf mm -hmm. gecreëerd hebt. Mm -hmm. Wat denk jij dat het water voor andere mensen bijzonder maakt? Voor mensen die hier komen vissen? Nou, de veel wateren. Waar jij um, heen gaat, um, zijn um, relatief uniform in diepte. En is het meer. Uh, ik voer aan, ik wacht tot de vis komt en klaar. Weet mm. je, ik bedoel, als ik maar een beetje in die sector zit. Het is overal twee meter. Of die nou vijf meter minder links en de rest ligt. Dat maakt in principe niet zoveel uit. Ja. Zo zijn een heleboel uh, ja. holiday venues. En um, hoe heet dat? Uh, kijk, Atlantis is echt een technische visserij. En uh, er zit een heleboel relief in die bodem. En uh, dat zorgt eigenlijk voor een aantal uitdagingen. Uh, doordat die vis natuurlijk al een hele tijd bevist is, uh, zijn ze niet gek meer. Dus je lijnen lijndruk is echt wel een dingetje. Dus, het verstoppen van je lijnen is wel trachten te verstoppen van je lijnen is wel essentieel. Uh, dus goed laten afzinken, et cetera. En dan wel niet met behulp van. Uh, toplootjes, uh, vliegende toplootjes, stukjes poetie, verzin het maar. Um, dan heb je natuurlijk een heleboel hobbeltjes en regeltjes. Soms is het op het hobbeltje goed, soms voor het hobbeltje, soms achter het hobbeltje. Um, en dat heeft echt te maken mm -hmm. met wanneer jij komt. En dat bedoel ik niet zozeer in welk jaren tijden, maar in welke periode van mm -hmm. ja, de dressuurcirkel om maar even zo te zeggen, mm -hmm. jij komt. Weet je, als de afgelopen jaren heel veel achter het hobbeltje of achter de rigeltjes, Dan moet je, je misschien is. voor het hobbeltje. Ja, dan moet je nu voor het hobbeltje. En het zijn kleine dingetjes zoals dat. Mm -hmm. ja, dat maakt die visserij best technisch. Dus het is niet zo. Het is niet geen water met voor een pupchuck. Het is niet van: ik doe mijn ogen dicht. Ik ik, ik slinger hem 80 meter ja. die richting in. En uh, dat zal ongeveer wel doen. Dan vang je dus gewoon echt helemaal niks. Kan je zeggen dat het misschien wel lastiger is, ondanks dat er zoveel vis op zit, van een gemiddeld groot formaat, dat het daar in verhouding veel lastiger is om een vis te vangen dan wanneer je naar, nou, ik noem het, een Frans openbaar water gaat? Ik durf, dat durf ik honderd te zeggen. Kijk, die Franse openbaar wateren, daar is vaak het lastig om de vis te lokaliseren. Even droomstagen laten. Maar gewoon mm -hmm. eh, om, om te zorgen dat je in de buurt zit van de vis, is vaak een uitdaging. Nou, dan zit je op Kaplanters altijd. Ja, je kan het, ja. En je zit altijd in de buurt van de vis. Dus uh, alleen, over het algemeen is het zo... op die, op die buitenlandse uh, openbaar water... is als je ze helemaal gevonden hebt... zijn het niet de lastigste vissen mm -hmm. om te vangen. Ja, en daar begint het spelletje op Kablantus dus wel. Alles moet echt kloppen. En dat is niet alleen op Kaplanters hoor. Er is een heleboel van die holiday venues... die um, gewoon zo lang, al zo hard onder druk staan... Uh -huh. dat... een onderlijn die gewoon... drie, vier centimeter te lang is... kan al gewoon betekent, het verschil zijn... tussen tien vissen in een week of één of geen. Weet je? Dat is... als je ze net te veel ruimte geeft... Um, zo, je kunt van die loodjes op de onderlijn doen. Ik ben helemaal niet zo'n technisch persoon. hoor. Ik uh -huh. probeer het echt zo basic mogelijk te houden. En Ik heb wel gezien de afgelopen jaren... dat dat echt wel meerwaarde biedt. Um, of het lood nou direct weerstand geeft, of eerst lo losplopt en dan er even doortrekt, naar via een kraaltje, een nieuw weer een tikje geeft. Hij is een shockerig. ja dat zijn echt dingen. Daar heb ik echt wel verschil tussen gezien tussen wel een shockerig of geen shockerig. hoeveel extra ja. aanbeten dat oplevert. Um, wel een kamakura haak, of geen kamakura of andere geslepen haak. De ja. scherpte van de haak geeft gewoon echt extra aanbeten, en, en dat is grappig. Dan op een gegeven moment krijg je dus vissers. Die, die, die zijn al een aantal keren op die put geweest. Ja, die raken helemaal verslaafd. Maar die komen elke keer komen ze een klein stukje dichterbij. Elke keer verzamelen ze een piezer ja. stukje. En ja, dat begint dan met pellets, uh, uh, solid bags. Kamakura haakt erbij, je. extra loodje wonderlijn. We maar. Elke keer komt er weer een stukje mm -hmm. bij. En je ziet gewoon dat die gasten, ongeacht wanneer ze komen, in een goede of in een slechte week, ze pakken altijd vis. Altijd goede vissen. Ongeacht op welke seks ze terechtkomen. Je ziet gewoon mm -hmm. dat het opbouwt. Is dat dan ook op? Ook ja eigenlijk aan te bevelen dat ze zeggen zorg dat je maar naar welk water je gaat dat je meerdere trips gaat zodat ja, je kan gaan puzzelen kijk weet je dat is gewoon als jij naar, uh, naar zo'n holiday venue gaat dan, dan is het gewoon zo dat je, vaak kom je er voor het eerst als jij naar een water bij jou in de buurt gaat voor het eerst, eerst een een nieuw kanaalstuk, weet je moet je, je het niet. ook leren en vaak ook pas op de derde vierde vijfde sessie begin je op een gegeven moment ah oh ja zo zit dat oh. ja. je begint echt gewoon op een gegeven moment een, een, een plaatje te tekenen van oké okay, dan moet ik dat doen de doen en en vertrouwen te krijgen hè? als mm -hmm. je op een gegeven moment een paar vissen gevangen hebt heb je meer vertrouwen in wat je doet en dat geldt voor dat type water natuurlijk net zo. Hoe vaker je ergens terugkomt, hoe meer kennis je dus hebt, hoe groter je successen worden. Mm -hmm. In de regel. Maar ja, dat is natuurlijk niet altijd. Dat maakt het ook een leuke, dus ook vissen. Precies, dat blijft een uitdaging. <laughs> ja, zeker. Ja. Is het uh, vissen op karplands voor jou zelf ook nog een uitdaging? Uh, ja, ik vind, ik, ik vind het nog steeds heel leuk om daar te vissen. Ik zit in mei zometeen weer. Dus uh, hoe heet dat? Uh, ik weet niet wanneer deze podcast online komt. Alleen, ja, dat uh, uh, moeten we nog uh, kijken. Uh, ja, maar goed. Ik heb in mei 24 zelf nog een week staan. Dus uh, ja, ik vind het zeker een, uh, een uitdaging. Ja. Uh, het is, uh, in mei is het meer een zichtvisserij. Dus uh, dan gaat de vis wat meer de kanten in. Uh, het water is dan over het algemeen glashelder. Dus uh, dan als je dan uh, s ochtends wakker wordt en je hebt niks gevangen, dan uh, ga je dus kijken op de plekken waar je hebt ingelegd. En dan zie je bijvoorbeeld dat al je voer weg is, alleen, alleen, alleen je haakaas nog ligt en zo. Nou, dat zijn wel leuke dingen. Kat en muis spelen. Ja, het is echt een kat en muis spelletje, ja. ja. En dan uh, ja, heb je al een vis in je hoofd spoken dat je denkt van, uh, ik weet wat er zwemt, als ik er eentje zou mogen uitzoeken. Nee, niet echt. Nee, ja, ik, ben, nee. Ik, ik ben geen targetvisser. Um, nee, ik vind het allemaal prima als het maar wat uitkomt, weet je. En ook al komt er niks uit. Ik ga met Bakker heen. Dat is die jongen die, uh, die me altijd geholpen heeft daar. En het was gewoon een, een leuke social uh, uh, die week. We zitten met jongens uh, daar op de put uh, die ik ken. Chris en Tim die zijn er die week. En Han en Mick. En nog allemaal jongens die ik heb leren kennen op Kaplanters. En uh, ja, het was gewoon een supergezellige week. En uh, wat eruit komt, ja, komt eruit. En wat er niet uitkomt, vind ik het ook goed. Heerlijk vooruitzicht. Ja, zeker. Ja, ja. zeker. Maar ja, met dat vooruitzicht uh, denk ik dat het hele mooi is om... Uh... De podcast af te sluiten. Maar niet voordat ik een paar korte vragen heb, waar ik nu zie ik ben naar jouw antwoord. Ik hoop dat ik een kort antwoord heb. Een week Frankrijk openbaar of een week om betaalwater? Oh, een week om betaalwater. Echt. Nee, dat, uh, ik heb in Frankrijk heb ik heel veel gevist voordat er Franse kapervissers waren. En uh, niet dat er iets mis is met Franse kapervissers, want het is tegenwoordig overal zo druk. En het geeft nou, best wel wat. Uh, strubbelingen. Ja, dat is ergens. als dus ik echt niet op te wachten uh, tijdens een week vakantie. Nee. Lange of korte onderlijnen? Kort. En als je met een, uh, een bekende Nederlander of Belg een weekje zou kunnen gaan vissen op een keuze... Naar welk water zou je dan gaan en wie zou je meenemen? Pff, oh. Ja, God, wie zou ik meenemen. Ja, ik uh, mag heel graag met mijn maatje Geert vissen. Geert Ooms. Uh, dat komt er alleen niet zo vaak van. Alleen, uh, ja, daar mag ik heel graag mee vissen. En, ach, oh, welk water. Ik zal nog wel eens een keer weer terug met hem willen naar de Groningen. Ik heb daar toen een keer uh, een paar dagen met, uh, met harde stroming uh, heb ik daar met hem gevist vanaf de boot. Ja, dat was wel echt te gek. Dat was wel een andere visserij. Ja, dat, dat was wel leuk. Tijd om mijn bericht in te sturen. Oh ja, nee, die Asper weet je, we zegt elk jaar of we, we elkaar tegenkomen. Maar ja, heb ik ook nog van die hangetjes en zo. Dat hij het ook verschrikkelijk druk mee. En, en, en weet je, wij heb dit jaar meer tijd. En Geert heeft altijd wel, uh, maakt altijd tijd voor zijn visserij. Dus we hebben ook afgesproken dat we dit jaar nog wel een keer gaan. Dus uh, dat zal ook echt wel komen. Of dat de ronde is, weet ik niet. Maar uh, hij is heel goed gezelschap. Dus uh, dat komt sowieso wel goed. Lekkere social, dus in mei op land Is daarna een rivieravontuur? Ja, denk ik wel. Ja, dat zou leuk zijn. Ja. Wil ik jou bedanken voor de tijd uh, om ja, helemaal hier naartoe te komen voor deze podcast. Ja. Super uh, interessant gesprek. En uh, ja, hopelijk hebben de mensen er ook uh, het een en ander van opgestoken. Als het gaat om het beheren van hun water. Ja, het samenstellen van pallets of wat dan ook. Want het is duidelijk, je hebt niet stil gezeten.